Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier op deze prachtige plek. Allereerst even complimenten voor iedereen die het levend überhaupt gehaald heeft. Wie is er hier over het kleine bruggetje gekomen achter mij? Toch? Was best heftig, toch? Of viel het wel mee, Dirk? Gewoon fietsen in Rotterdam is altijd overleven. Nou goed, ik vond het aardig waaien. Goed dat u bent bij een programma over ruimte en mobiliteit. Dat stond heel veel zelfsprekend op de website. Maar dat zijn niet per se onderwerpen die altijd in één adem genoemd worden. Dit is een programma georganiseerd door ERP-initiatief van de gemeente Rotterdam en Stadslab Hoogkwartier. En we gaan het hebben over eigenlijk de vraag, één duidelijke vraag, hoe de transitie naar een nieuwe, innovatieve, duurzame mobiliteit tegelijkertijd kan leiden tot een betere leefomgeving. Nogmaals, klinkt logisch dat die twee wat met elkaar te maken hebben, maar dat is het heel vaak nog niet. Vanavond hebben we onder andere een experiment waar de link tussen die twee gemaakt wordt op een hele leuke manier. We gaan het hebben over de Mobility Challenge zometeen. Dat doen we met twee mensen die daarachter zitten. We gaan het hebben over hoe dat dan is vanuit de gemeente Rotterdam of vanuit een gemeente om hiermee bezig te zijn, tussen de link tussen die twee domeinen. En of daar een beetje ambitie is binnen die gemeente en of dat misschien een onsje meer kan of en waar dan. En hoe je dat doet, sturen in een organisatie die toch nog, men heeft het dan vaak over de silo's. Op verschillende domeinen zijn ze gespecialiseerd in verschillende onderwerpen. En steeds vaker moet er over die grenzen heen geregeerd worden. En natuurlijk praten we, als we het hebben over transities, met professor transitiekunde himself, Dirk Loorbach, zal later vanavond aanschuiven. Maar eerst, even om een beetje in de sfeer te komen, gaan we het hebben over dit experiment. In het Hoogkwartier is behoefte aan meer en betere stoepen, speelplaatsen en groen. Maar de wijk is vol, dus moeten we ruimte maken. Tijdens de Mobility Challenge testen we of het gebruik van deelvervoer in de wijk ervoor kan zorgen dat straks minder mensen een auto bezitten, waardoor het parkeren op straat vermindert en er meer ruimte voor de wijk ontstaat. 90 buurtbewoners gaan de uitdaging aan en gebruiken 2 maanden lang alleen deelvervoer, zoals deelauto's, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer. 30 deelnemers plaatsen hun eigen auto voor 2 maanden in een garage, waardoor er tijdens de Mobility Challenge dus 30 auto's minder op straat staan. De vrijgekomen parkeerplekken bouwen we tijdelijk om naar ruimte voor de wijk. De parkeerdruk verandert dus niet. Zo verbeteren we de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier. De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment dat de wijk van morgen nu al laat zien. Samen maken we de toekomst. Meer weten? Check mchoogkwartier.nl voor meer info. Mag ik een applaus voor de initiatiefnemers Marco Stout en Sanne van Manen. Pak een stoel en een microfoon, jongens. Ja, ik zou bijna zeggen, we hoeven na dit filmpje het nergens meer over te hebben. Het is een beetje, hij staat al aan, hoor, Sanne, als het goed is. Dit is de basis, hè, denk ik. Marco, maar er was ook een aanloop. Hè. Dit is eigenlijk al bijna een soort het eindresultaat wat we hier geprojecteerd zien. Even om het over die aanloop te hebben. Want jij bent, hoe zullen we het noemen, zelfstandig gebiedsontwikkelaar. Werkt ook aan winkelstraten voor de gemeente Rotterdam. Onder andere winnaar van de Van der Leeuwprijs voor beste interessantste stadmaker van heel de wereld, geloof ik. 2 jaar geleden, klopt dat? 2017, ja. 2017, ja. 3 jaar geleden. Ja. Sanne, jij bent, werkt voor MVRDV als architect. En kunnen jullie iets vertellen over hoe jullie gezamenlijk kwamen tot de ambitie om met zo'n Mobility Challenge te starten? Voordat we, dan gaan we het erover hebben wat het is, wat jullie ervan geleerd hebben en waarom er wel misschien wel 1000 van dit soort stadlabs in Rotterdam zouden moeten komen. Maar eerst even de aanloop. Oké, om even heel kort te gaan. Ik ben in 2010 begonnen met de activatie van deze wijk. Ik zag een potentie in deze oostelijke hoek van de binnenstad. En ik ben gewoon de buurt gaan activeren, dus bewoners en ondernemers bij elkaar. Wat was dat, Hoogkwartier? Hoogkwartier bestaat eigenlijk helemaal niet. Oké, het is geen officiële term. Uiteindelijk hebben een aantal ondernemers gewoon de naam bedacht. En ja, dat is gaan leven. Dat is eigenlijk zijn eigen leven gaan leiden. En wat was de potentie die jij zag? Waarom dacht je, hier wil ik of moet ik wat mee? Want dit was geen opdracht, toch? Het was een autonome start in die zin. Ja, zeker. Het was gewoon initiatief nemen, zoals we vaker doen in Rotterdam. Nee, ik zag een potentie, prachtige wederopbouw. Een woonwijk midden eigenlijk in de stad, vond ik bijzonder interessant.
Maar ik zag ook dat er weinig aandacht voor dit deel van de stad was. Er was veel leegstand. Ik ging in gesprek met de gemeente Rotterdam. En ik moest zelfs daar wel vertellen aan ambtenaren dat het binnenstad was. Want dat werd ook niet zo vaak, of vaak werd het Hoogkwartier dus niet zo gezien. Dan ga je praten, je komt in contact met mensen en dan ontstaat er iets. En dat duurt even, maar op een bepaald moment heb je wel een bepaalde energie in zo'n wijk. Mm-hmm. En dan kan je doorpakken. Vervolgens in 2017, MVDV was inmiddels bewoner geworden in de wijk. Het industriegebouw, prachtige plek ook. Ja. Toch, naar tevredenheid, neem ik even aan. Ja, Sanne. Heel blij mee. Ja? Okay, ja. Ik zeg ook altijd tegen buurtbewoners als we een buurtbijeenkomst hebben van ik woon niet in deze wijk, maar ik spendeer er wel bijna al mijn wakkere uren. Ja. Dus meer dan de zo gaat dat zelf. Als architect, toch? Zo gaat ja. Het. Hey, want wanneer haakte jij, want Marco was al even bezig, toch begrijp ik hieruit dit verhaal. Wanneer kwam jij in de picture? Ja, toen is Marco bij ons op bezoek geweest en hij wilde heel graag een soort volgende stap maken. Dus inmiddels was de buurt georganiseerd, dus is een goede bewonersvereniging, een goede ondernemersvereniging. Maar hij wilde heel graag die toekomstthema's oppakken. En dat vond ik meteen heel erg interessant. En toen zijn we eigenlijk samen doorgegaan. En toen hebben we ook officieel een stadslab opgericht. Mm-hmm. Dat is niet een soort in beton gegoten titel. Daar heeft iedereen volgens mij zijn eigen invulling aan. Want even, wat betekent de stadslab oprichten? Ja, er zit natuurlijk een stukje het woordje lab in. Dus het heeft ook een beetje met experimenteren te maken. Mm-hmm. En wij zien het eigenlijk dat we het heel interessant vinden om met de wijk, dus ook als een soort schakel tussen misschien wel beleid en punten die op de agenda van de toekomst staan. En de wijk om daartussen oplossingen te vinden op dat niveau van de wijk in samenwerking met de wijk. Dus mm-hmm. thema's als mobiliteit of als energietransitie, circulaire economie, kunnen we echt met een wijk aan de slag om te kijken van wat voor oplossingen kan je daarvoor vinden. Ja, en want het idee voor die Mobility Challenge kwam ook dus niet uit jullie, maar kwam in dat proces zoals dat inmiddels een beetje aan het ontstaan was. Ja. Hè? Ja. En wat was het dat die roep om zo'n experiment zoals jullie dat nu hebben vormgegeven te starten? Nou ja, kijk, in de wijk, je bent dus al jaren eigenlijk in gesprek met die bewoners en ondernemers en hoe ervaren zij hun wijk? En dat was vooral blik en steen. Wederopbouw, dus nou ja, je kent het, harde architectuur, maar ook harde straten en heel veel auto's. De roep of de wens was eigenlijk voor meer en betere openbare ruimte. Meer om daar te verblijven, om daar echt van te genieten. Er is wel groen in de wijk. Alleen dat heeft een bepaalde kwaliteit waardoor mensen er geen gebruik van maken. Ja, dat is die strook bij de burgemeester van Walsumweg, zou ik dan zeggen. Ja. En een soort, Achterkloosterpark. Speeltuin, ja, park. Waarschijnlijk inmiddels wel iets verbeterd. Maar je moet je tussen de auto's doorwurmen daar. Hè? Het park is bijna onzichtbaar door de auto's die er omheen staan. Ja, ik bedoel, we gaan heel veel auto's shamen. Maar dit is wel echt nee, zo. Nee, we gaan absoluut geen auto's shamen. Oké. Maar we zijn toen wel begonnen dat we eerst even zelf hebben gekeken van klopt het inderdaad? Zijn hier zoveel parkeerplekken op straat? En in het Hoogkwartier zijn er 768 parkeerplekken op straat. En dat vonden we best wel veel. We hebben ook eens letterlijk gekeken hoeveel ruimte is dat dan? Toen hebben we ook gemeten hoeveel ruimte gaat er dan naar groen? En dat bleek dus meer ruimte voor parkeerplekken, dus zonder straten, dan voor groen. En dat vonden we toch wel chockerend voor een wijk die eigenlijk op twee grote OV-knooppunten ligt, het Oostplein. En is het ook veel? Als je het vergelijkt met andere Rotterdam, bedoel, ja, er zijn wel meer plekken in Rotterdam waar je veel blik hebt en weinig groen, toch? Veel. Er wordt ook bijvoorbeeld in het Hoogkwartier veel geparkeerd door mensen die op bezoek gaan in de binnenstad. Ah ja, oké, dus boodschappend verkeer. Ja. Die er werkende in de buurt wonen. Maar het is. Maar kijk, of dat het veel is, ja of nee, het gaat vooral denk ik over hoe je beleeft zo'n wijk. En mensen beleven het dus ook als heel veel auto's. En ik denk dat dat gewoon niet fijn is voor wat ik net zei. Het is echt. Er wonen ook nog eens heel veel mensen. Dat is volgens mij niet wat we willen in Rotterdam. Nee. Toen kwam dat idee van daar gaan we iets op speelse wijze. Toch? Het is een speels experiment. Ja, of. Ik weet niet wat jij onder speels verzint. Eigenlijk inderdaad is het. Alleen omdat het een uitdaging is. Het is wel een beetje een lief experiment. En het is niet. Het is ook echt opgezet niet vanuit dat autoshamen. Maar we hebben echt geprobeerd een verhaal op te zetten om juist die koppeling te maken tussen wat kan het de wijk opleveren. Dus mm-hmm. wat kan het jullie zelf, bewoners, opleveren en ondernemers. Als je bijvoorbeeld op andere manieren met mobiliteit omgaat. Ja. En niet vanuit dat jullie zijn allemaal slecht omdat jullie een auto hebben. En dat was wel. Nee.
belangrijk daarin. Ja, dat is heel belangrijk in je verhaal, denk ik. Want waarom wilden jullie het op zo'n manier organiseren? Omdat wij nou, ik denk, nu komen we gelijk op het verhaal, zeg maar, wat je moet vertellen. Wat wij echt hebben geleerd is dat je moet niet een verhaal houden van autootje pesten en de parkeerplaatsen weghalen. Want daar ligt er een enorm valkuil, want dan springt iedereen er bovenop. Als je een verhaal houdt over gezondheid en over een betere leefomgeving, dan heb je een heel ander verhaal. En, om ter illustratie, wij hebben uiteraard in het begin hebben wij best wel veel mensen op ons dak gehad. En dat hoort gewoon bij dit soort projecten. Maar om een voorbeeld te geven, we hadden een wijkbijeenkomst en daar kwamen een paar mensen echt wel, bijna met stoom uit hun oren, moet ik zeggen, de zaal binnen. En binnen een paar minuten waren ze om, omdat ze toen het verhaal dus echt één op één van ons hoorden. En toen hadden ze zoiets van, ja, maar dit is leuk, jullie gaan mijn wijk verbeteren. Mm-hmm. Ja, klopt. En daar waren ze bereid voor om na te denken om hun auto dus een aantal maanden in een garage te plaatsen. En dat is heel erg belangrijk. Dus hoe vertel je het verhaal? En ik denk dat daarbij ook heel erg belangrijk is dat het vanuit de wijk komt. Wij worden toch gezien als ook mensen vanuit de wijk. Er staat niet iemand met alle respect van de gemeente voor de zaal. En dat helpt wel heel erg in het verhaal aan de overkant krijgen, zeg maar. Hey, we zagen net 30 mensen volgens mij die hun auto... Ja, dit filmpje is gemaakt bij de werving. Ja. Uiteindelijk zijn er minder. Uiteindelijk zijn er minder geworden. Okay. Ja. En dat heeft verschillende redenen. En dat is ook waarvoor dit experiment was. En dat is een van de uitkomsten natuurlijk ook straks. We hadden uiteindelijk meer dan 100 mensen die mee wilden doen. Ja. De werving was voor de grote zomervakantie. En daar tussen heeft dus 2 maanden gezeten. En vervolgens zijn we gelijk na de zomervakantie begonnen. En dan blijkt dus dat heel veel mensen enthousiast zich hebben ingeschreven. En dan komt het moment dat je echt moet inschrijven. En dat is dus een app van de mobiliteitsleverancier Heli installeren. En dat was toch wel een hobbel voor heel veel mensen. Okay. En dat had te maken met techniek. Dat had te maken met het feit dat mensen 2 maanden geleden heel enthousiast zich hebben ingeschreven. En vervolgens achterkomen dat ze, ik wil eigenlijk nog op vakantie. Of ik wil nog dit of wil nog dat. Dat zijn lastige dingen. We hebben enorm gelobbyd om zoveel mogelijk mensen toch nog binnen te krijgen. Wat schrokken jullie ervan, Sanne? Dat het uiteindelijk, was het een beetje een schrale oogst voor jullie? Dat is een langer verhaal. In het begin wel. Dus toen we helemaal begonnen met het experiment, dacht ik, er wonen hier 2000 mensen. Ja. En die wonen, daar zal vast wel 50% niet afhankelijk zijn van de auto. Dat was ook een doelgroep waar we ons op gericht hebben. Dus niet de mensen die echt de auto nodig hebben voor woon-werkverkeer. Dus ik dacht, we krijgen zo 200 mensen die zeggen, ja hoor, ik doe mijn auto weg. Dat viel toen een beetje tegen. Uiteindelijk die 30 mensen die dan uiteindelijk 25 zijn geworden, dat was wat minder. Daar was ik niet speciaal heel erg door teleurgesteld. Maar wat dan weer het leuke is, dat we, dus om het verhaal uit te leggen, de parkeerplekken van die mensen die mee hebben gedaan, die zijn vergroend. En dat is heel erg positief aangekomen in de wijk. Dus daar hebben we enorm veel reacties op gehad. En de bewoners bijvoorbeeld, de bewonersvereniging was zo enthousiast dat zij een soort stemming zijn gestart. Overal in de wijk, briefjes in de bus. Met als vraag van, zou je die 20 parkeerplekken permanent willen opgeven om te vergroenen? Dus wat wij tijdens de challenge hadden gedaan is eigenlijk 1-op-1. Dus een parkeerplek weg voor een auto die ook weg is. Dus geen verandering in de parkeerdruk. En hier lag gewoon de vraag van, zou je ze permanent willen verwijderen voor groen? En daar hebben dus ruim 300 mensen op gestemd met bijna 70% positief antwoord. Oh ja. Daar was ik nog verbaasd over. Ja, maar ik wil ook nog even terug naar het experiment zelf. Want het betekende dus voor de duidelijkheid, dus 25 mensen moesten hun auto achter slot en grendel ergens plaatsen. Mochten ze 2 maanden niet aankomen? Marco, je kijkt... Het ligt iets complexer. We zien hierachter, en dit is de hub. Hè? Dus wat ik ervan begreep is, auto's achter slot de grendel. In plaats van je autosleuteltje krijg je een sleuteltje tot de hub. Even figuurlijk gesproken. Ja, en mag je alle deelmobiliteit uit die hub gebruiken. Ja. Toch? Dat was toch de uitruil? Ja, alleen ik moet het even iets beter uitleggen. Oorspronkelijk was het idee van, we richten ons vooral op die autobezitter. Die moeten we meekrijgen. En dan gingen we werven en dan zie je toch wel dat onze primaire doelgroep, of onze eerste doelgroep, wat complexer lag.
Het was vooral de mensen die hun auto maar weinig gebruiken. Mm-hmm. Dat was, werd echt onze doelgroep. Okay. Het woon-werkverkeer, mensen die hem nodig hebben voor woon-werkverkeer, absoluut geen doelgroep van dit soort experimenten. Want die... Simpelweg omdat het te duur is. Dus mensen maken gewoon een rekensom. Marco, kijk zelf, weet je, dit gaat hem niet worden. Waarom is het te duur? Waarom is de, kan deelvervoer gewoon... is gewoon te duur. Ja, omdat je dan, het werkt anders dan een Felix-scooter. Dus bij een deelauto, dan rij je bijvoorbeeld naar je werk. Dan zet je daar de deelauto neer. En dan na 8 uur werken, rij je weer terug. Ah, je moet doorbetalen dus tijdens je werkdag. Ja, oh, ja. Dat je al die uren moet betalen. Ja. Ja. Nou, een andere, en dat vonden wij trouwens een hele interessante eye-opener, was eigenlijk een doelgroep jonge mensen die door dit experiment op een hele makkelijke manier toegang kregen tot auto's, tot bakfiets, tot fietsen. En op die manier konden zij ervaren hoe het is om geen auto te bezitten, terwijl ze dat wel in de toekomst overwogen. Ah ja, oké. Okay. En dus zo'n experiment als dit kan dus voorkomen dat mensen in de toekomst een auto gaan aanschaffen. Ja, maar nog even de techniek, om het goed te begrijpen. Dus die auto's gingen in een garage, mochten ze niet aankomen. Sorry, ja, in de Kruisplein garage. En dat deden ze ook niet. Niemand was daar een... was zeker wel. Plek. Zeker wel. Wat dan? Mensen gingen stiekem naar de garage toe. Ja, want s'nachts als jullie lagen te slapen, gingen ze hun auto pakken. Ja. Echt waar? Kijk, wij monitorden dat natuurlijk. Dus wij kregen gewoon de gegevens in- en uitrijden. Ja. Een webcammetje geïnstalleerd ik weet bij de slagman. Of dat hij aanwezig is. Maar er was één persoon die daar extreem veel moeite mee had, zeg maar. Dus dat zagen we de hele tijd. Dus, nou, hetzelfde kenteken ging inderdaad. Dus, nou, die dacht, gratis deelscooter vind ik top, maar bekijk het maar met die Volvo van mij. Maar, en dat was eigenlijk wel interessant. Dan bel je zo'n jongen op en daarmee ga je in gesprek. En die probeerde het echt. Dus hij probeerde het echt. Hij zei, maar soms kan het gewoon niet anders. En dat vind ik toch wel interessant. Die data die daaruit komt van zo'n jongen die dat echt probeert. Ja, het lukt mij soms niet, soms wel. Dus dan zag ik dat hij er weer een paar dagen in stond en dan weer niet. Moest dus met de auto naar het werk en daar lag de crux. Ja. Dat hij dat niet lukte. Dus als hij dan naar zijn werk moest, dan gebruikte hij zijn auto. En dan probeerde hij de andere dagen hem niet te gebruiken. Ja. Hey, wat heeft dit... Want inmiddels is het weer business as usual, hè? In het gebied. De parkeerplaats, de grasmatten zijn er weer uit. Er staan gewoon weer auto's geparkeerd. Ja. Wat heeft het jullie en de stad en de gemeente en de wijk opgeleverd? Wat zijn de belangrijkste lessen voor jullie van dit experiment? Even denken waar te beginnen. Dus wat we sowieso heel belangrijk vinden is om niet te zeggen... nou Wijk, dit was het experiment, dankjewel, doei. Dus we zijn nu bezig met wat kunnen we eigenlijk er permanent van maken. Mm-hmm. En wat we heel erg geleerd hebben is dus dat zichtbaar maken dat werkt. Dus als er echt iets in de wijk gebeurt... dan zie je dat mensen daarop reageren in relatie tot mobiliteit. Pas dan snappen mensen ook de verbinding tussen ruimte en mobiliteit. Ja. Tussen dat en groen en hun auto. Ja, toch. Je krijgt een groene parkeerplek. Dat klinkt leuk, maar dat is... als je in de Hoogstraat staat, en het waren plekken die eigenlijk een beetje vanuit het park kwamen, als waren dat het park als groene vingers de wijk in komt. En ineens werd het hele beeld, het hele perspectief van de Hoogstraat werd groener. En dat kan je mensen uitleggen van tevoren, maar dat is anders dan dat je er echt staat. En dat is denk ik een van de belangrijke leerpunten, dat als je het laat zien in een wijk en als je iets doet wat echt zichtbaar is, dat helpt en mensen meeneemt. En er zijn ook een aantal verkeersexperimenten gedaan. Dus de afdeling mobiliteit van de gemeente, we hebben sowieso een hele enthousiaste samenwerking met de gemeente gehad. Maar die zeiden ook, laten we een aantal andere experimenten doen. Dus bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer op de Hoogstraat. Daar is ook een stemming over geweest. Er was bijna 85% die zei, laten we dat behouden. Het geeft veel meer ruimte, het geeft meer rust. Dus dat wordt permanent doorgevoerd. En we gaan die 20 plekken permanent vergroenen. Oh ja. En waren er veel ook negatieve reacties? Behalve het enthousiasme. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ondernemers in de wijk het heel vervelend vonden dat ze soms wat slechter bereikbaar waren als het ging om dat eenrichtingsverkeer. Merkten jullie dat ook? Kreeg je dat toe? Wij, ik geloof dat ook de gemeente dat deelt, opvallend weinig klachten. Weinig tot geen. En ook aan de ondernemerskant, wat je zegt, dat klopt. Dat zie ik vaak op winkelstraten. Als je aan de parkeerplaats komt, dan kom je aan hun brood, zeg maar. En hier zien we eigenlijk alleen maar positieve reacties. Dus ook ondernemers die zeggen van, komt dat eenrichtingsverkeer alsjeblieft terug. Want dat was heel erg fijn. Mijn klanten vonden het fijner om op deze straat te zijn. En ter illustratie, we hebben ook een mails gekregen vanuit Kralingen. Mensen die eindelijk de Hoogstraat namen op de fiets om naar de binnenstad te gaan. In plaats van over de burgemeester van Wassenweg. Die zeiden, ik kon eindelijk door dat straatje. En nu is het eenrichtingsverkeer weer opgeheven. Waarom? Ja. Nou, dan konden we gelukkig vertellen dat dat dus hoogstwaarschijnlijk gewoon permanent gaat worden. Sanne,
Jullie hebben dit zelf opgestart. Heel veel samengewerkt, steun gehad, ook vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Hoe was het voor jullie om dit te bedenken, te trekken? Genoeg positiefs over te zeggen, ja, denk ik ook. Alle dirt. Maar wat vond je lastig? En wat was ook in... we hebben het over transitie. Transitie doet pijn. Waar zat bij jullie de pijn of in dit proces nou, de pijn? Dat het kost gewoon ontzettend veel tijd. Dus je bent eerst heel veel tijd kwijt om het verhaal te vertellen aan de buurt. Mm-hmm. En we hebben dit filmpje gemaakt. Website. We hebben billboards in de wijk geplaatst. Om te zorgen dat echt iedereen het niet kon ontgaan. En toch waren er dan nog mensen die zeiden... Ja, dan moet ik straks elke dag naar de Kruisplein garage om mijn auto daar op te halen. En dan moest je weer het hele verhaal uitleggen. Dus vooral het van persoon tot persoon uitleggen, dat werkt heel erg goed. Dus daar zit vooral... En een experiment is ook... Je kan niet van tevoren bedenken... Oh ja, dan in die weken constant 8 uur per week werk kost het. Mm-hmm. Want op een gegeven moment moet het er zijn. En dan heb je toch weer even handjes nodig. Of moet er gewoon last minder. Maar heb je ook wel eens gedacht... Wat doen als je kijkt naar de opbrengsten... Je hebt dit allemaal opgetuigd. En wat heeft Geintje gekost even onder ons? Dan moeten we Monique Swinkels aankijken. Maar ik denk 2 ton. Ja. 2 ton. En dan gaan er 25 auto's in de garage. Ja. Heb je wel eens gedacht van... Ja, sorry, maar dit is het toch niet waard geweest? Of... Ja. Ik zeg het wel heel... Nee, wij hebben wel eens gewoon dat we dachten van... Ja, is het dat nou waard? En er zit natuurlijk een deel in wat opbouwen is. En volgende keer heb je dat zijn deel van de kosten niet nodig. Maar we zien nu langzamerhand wat een beetje de spin-off is. En dat is het toch wel waard geweest. Wat je eruit leert en wat je er en het enthousiasme en hoe de buurt erop reageert. Dus vooral met die stemming dacht ik, het heeft toch wel iets gedaan. Dus dat vond ik wel een belangrijk moment. Ja. En nog even over de organisatie en de context waarin je dit dan probeert te doen. Hè. We gaan zo meteen met Martin Guit praten van de gemeente Rotterdam. Wat is jullie ervaring geweest van de grote institutionele partijen waar jullie mee te maken hadden? Je hebt volgens mij ook met eigenaren van parkeergarages of mensenbeheerders gesproken. Hoe was het? We denken altijd dat Rotterdam kan een hoop. Hè? Kan je lekker experimenteren? Was dat ook zo voor jullie? Ja, ik vind, als we het over de samenwerking met de gemeente hebben, die was gewoon prima. Tuurlijk kan het beter. Weet je, we hebben een start-up gehad waarin heel veel diensten aan tafel zaten. Dat we echt dachten, dit gaat echt een gigantisch project worden. In de zin van vernieuwend voor de gemeente Rotterdam. In de praktijk zie je toch verderop in het proces dat mensen afhaken. En dat het wat minder mensen zeg maar, betrokken zijn. Maar dan nog denk ik dat dit, en dat mag de gemeente trouwens zelf behandelen, maar ik denk voor de gemeente dit een heel leerzaam project is geweest. En zeker als ik nu zie hoe ze proactief nu met ons samenwerken in die permanentie, dat vind ik wel echt een stap vooruit, moet ik zeggen. Ja. En het leuke is dus dat we dus aan tafel zaten met Bureau Binnenstad, Dienst Mobiliteit, Stadsbeheer, Ruimte en Wonen. Dus dat al die deuren gingen heel makkelijk open. Mm-hmm. En daardoor kan je het ook koppelen. Er zijn al een aantal mobiliteitsexperimenten geweest, maar nog niet tussen die link. En dat kan je ook alleen doen als die twee afdelingen samen zitten. Ja. Maar we merkten bijvoorbeeld ook met met de afdeling, dat is dan weer een onderdeel van mobiliteit over de parkeergarage. Die hadden een ander belang, namelijk de opbrengsten van de parkeergarage. Dus ja. Wat was de nee die je daar kreeg dan? De discussie was de bezetting van de parkeergarage. Want er is in de wijk dus een parkeergarage met 300 plekken. En wij dachten, er staan veel bewoners, maar overdag is die dus leeg. Dus dan kunnen bezoekers of werknemers, die kunnen daar parkeren. En dan hebben we ook een deel van straat af. Mm-hmm. Maar nee, volgens parkeerbeheer zat die vol. Punt. Ah, oké. En als wij er elke keer als wij er gaan kijken op een woensdagmiddag, dan is die half leeg. Ja. Ja. Klein leerpuntje, misschien nog. Ja. Okay. Ja, kijk, we wilden ook wel schuren tegen dingen als vergunningen en dergelijke. Want dat is natuurlijk de oorzaak waarom zoveel auto's staan geparkeerd overdag. Ja, dat zijn nog onderwerpen, daar moesten we nog even niet aan beginnen, zeg maar. Maar in de toekomst zou dat echt een interessante discussie zijn. Kijken of we er aan de bar bij de buurt kunnen komen. Ja. In ieder geval. We gaan nu doorpraten met iemand vanuit die voormalige gemeente Rotterdam. Geef een groot applaus aan Martin Guit.
Hij staat al aan, Martin, als het goed is. Jij bent mobiliteitsstrateeg bij de gemeente Rotterdam, zoals dat heet. We gaan het zo meteen hebben over de Rotterdamse mobiliteitsaanpak, die volgens mij morgen bij de commissie ligt. In ieder geval net naar buiten gebracht. Over de plannen, de ambities die daaruit spreken. Maar eerst even over dit experiment. Wat is jouw betrokkenheid geweest en hoe heb je het ervaren? Nou, kijk, ik heb in het begin ben ik bij een paar sessies geweest. Ik moet zeggen, er zitten een aantal collega's in de zaal, hoor. Dat zijn echt de mensen die dus tot aan het einde hebben mee de uitvoering gedaan. Mm-hmm. Dat is echt belangrijk. Maar in het begin is het belangrijk dat je als... over de dienstmobiliteit, dat je het ontarmt en dat je dus meedoet. En dat je dus ook, wat al gezegd wordt, dat je met de verschillende partijen die dus in die dienst zitten, de samenwerking opstart. Als je dat niet doet, dan is het gedoemd te mislukken. En ik denk dat daarin heb ik een rol. En gelukkig mijn collega's ook allemaal. En daarin, dat is één. En de tweede, dit zijn natuurlijk experimenten. We hebben natuurlijk met Dirk Loorbach ook al jaren geleden vanuit de mobiliteitsarena samengewerkt om te kijken van hoe kan die mobiliteit bijdragen om die stad beter te maken. En dat zijn dit soort experimenten, zijn daar doelstelling voor. Mm-hmm. Die doen dat ook. Dus dan moet je het ook in praktijk gaan brengen. En daar heb ik dan een rol in, om daar in ieder geval de eerste om mee te helpen. Ja, en die link is dan niet per se evident tussen mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Dat is bij jou of bij je collega's soms nog eventjes wennen dat die wat met elkaar te maken hebben. Nou ja, dat klinkt misschien arrogant, maar voor mij niet. Omdat ik al heel lang hier werk. Ja. En eigenlijk vanuit die... ik moest net denken, jij zei eens over parkeren, het stoom uit de oren. En ik heb ooit de Westersingel, we waren culturele hoofdstad in 2001. En voor de mensen die het nog weten, Westersingel was een soort racebaan met aan allebei de kanten parkeren. En we hebben parkeren aan één kant weggehaald. Nou, die ondernemers die wilden ons lynchen. Maar wat wij gedaan hebben, was gewoon uitgelegd dat het ging om goede openbare ruimte. En toen bleek ook dat al die mensen die er parkeren, die konden allemaal in de garage staan. Dus je hoefde daar helemaal niet te parkeren. Dus je moet A weten waar je het over hebt. En het gaat om goede openbare ruimte. Nou, en dat vervolg geef je met Centraal Station. Hè. Dus we hebben, dat betreft zie je wel, die omslag nu is echt wel heeft plaatsgevonden. Maar ik ben het wel met je eens dat het nog niet zo evident is. Mm-hmm. Maar nu, we hebben goede voorbeelden. Dit soort experimenten helpen daar heel erg bij. En je ziet nu dat ook zeker die diensten daar ook veel meer in samenwerken. Ja, hey, jij zegt net van we komen van ver. Hè? Je komt ook van ver, en dan gaan we het zo meteen over die Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Hè? Maar je komt ook van ver in de zin van dat station, dat is ooit nog gewoon door ingenieurs, denk ik, gewoon achter de tekentafel bedacht. En inmiddels heb je het over inderdaad mobiliteitsarena's, grote overleggen, zit je avond aan avond in gesprekken zoals deze op heel veel verschillende plekken. Kun je daar iets over vertellen hoe jullie rol en jouw rol daarin ook veranderd is? Jij bent, je hebt volgens mij 25 jaar al voor de gemeente, toch? Of niet? Ja, 25 ja, jaar en lang, drie maanden of zo? Ja, zoiets, ja. Nou, gefeliciteerd, denk ik. Nee, dat klopt. Overigens, officieel 1 januari 2021. Oké, okay, dus dan treffen we elkaar weer voor een even dit jaar volhouden. Ja. Nee, wat die rol is... Dat ben ik even kwijt. Wat zei nou, hoe je hoe die stad ontwikkeld werd, dat is lange tijd gewoon op de tekentafel gebeurd. En inmiddels lijkt het meer. Wordt er veel meer over geluld, laat maar zo zeggen. Ja, nou ja. Ja, nee, maar dat is wel grappig. We hebben altijd wel gezien. Kijk, mobiliteit is een soort gevolg van. Hè? Je doet openbare ruimte, stedenbouw. Wat je nu ziet is dat sinds een jaar of 5-6 geleden, en daar heeft Dirk een belangrijke rol in gespeeld. In die transitieopgave hebben we het gesprek op gang gebracht, omdat we ook zoekende waren. Want het ging vooral om hoe kunnen we als de afdeling mobiliteit bijdragen aan die betere stad. Nou, hoe doe je dat? Dus dat moet je ontdekken. Dat doe je vooral niet zelf, maar doe je met ook heel veel mensen buiten, want die vertellen wat dat betekent. En het aardige daarvan is dat heeft het ding op gang gebracht. En dat gesprek zet zich continu verder. En dat maakt zich eigenlijk steeds veel groter en breder. En dat is wel... Wat ik zelf heel erg mooi vind. Ik noem ook Jorn Wermehoven is ook zo iemand die dus continu met dat daarmee aan de gang is. Dus, Onder andere Fietsen op Zuid, geloof ik, en Happy Streets. En heel veel mensen ontdekken dat het ook echt kan bijdragen om die stad te veranderen. Kijk, en dit is een hartstikke mooi initiatief, maar Parking Day is een paar jaar geleden ook gedaan. Hè? Dus ook, dat is ook een parkeerplaats, een dag omzetten.
Nou, en dat soort dingen, dat zie je dat. En die experimentele wijze draagt ook bij, want het levert heel veel op. Maar wat wel veel belangrijk is, is dat we nu ook wel kunnen laten zien. Nou, Centraal Station is al een heel mooi voorbeeld. Dat is heel prettig. Maar die openbare ruimte, ja, dat is eigenlijk waar het om draait. En daarin moet je de keuzes maken dat je dus je mobiliteit anders moet doen. Ja. En even over de keuzes die de stad wil gaan maken of aan het maken is. Of wat verder in de toekomst wil gaan maken. Die Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Kun je daar iets over vertellen? Wat is daar zo ontzettend goed, belangrijk, boeiend, spannend, toonaangevend aan? Ja, dat is helaas een beetje een soort beleidsachtig document. Maar goed, dat heb je ook nodig. Want, wat bedoel je daarmee? Er staat eigenlijk heel weinig in. En er worden veel te veel woorden gebruikt. Is dat een eufemistische omschrijving? Je zegt het leuk. Kijk, hier kan het gezegd worden. Morgen niet. Maar wordt niet opgenomen, gelukkig. Nee, maar het is vooral... het is voorlopig nog op papier. En er zijn verschillende experimenten wat het in ieder geval laat zien. Maar je moet durven doorpakken. Mm-hmm. En dat is waar dit wel om gaat. En kijk, en dat had ik met mijn collega Annemiek Fontijn ook over. Het gaat om die openbare ruimte. En in de mobiliteit maak je daarin keuzes. Nou, daar gaat die mobiliteitsaanpak over. En wat ik zelf leuk vind aan deze achtergrondfoto, is dat het dus niet gaat over de Judith Bokhoven, de wethouder mobiliteit. Maar dat gaat over dat alle wethouders er wat aan hebben. En met name Bert Wijbega, maar ook vooral Bas Curvus, mm-hmm. Omdat die verdichting in die stad plaatsvindt. En dat verandert. Vinden ze dat zelf? Zien ze dat zelf ook zo? Nou, dat is heel leuk. Als je dat een jaar geleden... Komt een beetje. Als je een jaar geleden had gevraagd, dan was het nog best ingewikkeld. Maar je ziet nu dat college ook daar ook echt voor gaat. En ook op die manier ook, ook voor staat. Mm-hmm. En dit is in december naar buiten gebracht. En morgen is in de commissie. En dan krijgen we natuurlijk heel veel vragen. Want is het geen autopesten? Natuurlijk. Hè? Die vragen krijg je ook. Maar je moet vooral uitleggen wat het oplevert. Mm-hmm. En dat, maar je zegt het is een ambtelijk document. Als we toch proberen daar Het is van het college hoor. Dus, okay. Dus echt een politiek document. Oké, okay. als we daar iets de spannende, sappige essentie uit proberen te krijgen. Wat zijn de belangrijkste? Want volgens mij zijn er vier hoofdlijnen of hoofdpunten. Ja. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Ik zal wel wat. Kijk, over wat ik trouwens nog ook wil zeggen is dat dit niet alleen in Rotterdam speelt. Hè? Want we hebben ook met Amsterdam, Utrecht, dus de grotere steden in Nederland ook dit soort discussies. Dus het is echt ook een gezamenlijke opgave. Maar ik heb. Wat wel aardig is, dat is toch wel belangrijk. Dit is een stuk analyse. Even over het verkeer. Dat in dit grafiek zie je dus dat de rode lijn, dat is het autoverkeer. Mm-hmm. En die blijft. En dat zien we ook om de toekomst dalen. Dus dat betekent dat het absolute aantal auto's, met name in de binnenstad, gewoon aan het afnemen is. Mensen, die groene lijn, dat zie je ook zien, dat zijn de fietsers en de voetgangers, die stijgt enorm. En de blauwe lijn gaat over openbaar vervoer. En met name de metro, maar ook de tram, speelt daar ook een belangrijke rol in. Dus dat is wat er stijgt. En dat heeft ook te maken dat mensen in die binnenstad, maar ook in de wijken daaromheen, dus veel meer gebruik maken van fiets, OV... En veel minder van de auto. En dat kunnen wij laten zien met onze gegevens. En dat is wel heel belangrijk. Want daarmee heb je, ik zeg het maar even, statistiek en ook bewijslast, mm-hmm. richting politiek. Legitimiteit om een autootje te gaan pesten, eigenlijk. Ja, zo moet je het nooit framen. Maar je moet wel zeggen, in de toekomst is dus het aandeel van die auto in die mobiliteit is dus veel minder en is de fietser veel dominanter. Ja. En dan kan je zeggen, ja, dat is inmiddels nu al het geval, hè, het Churchillplein. Is gewoon in de ochtendspits veel drukker met fietsers dan met auto's. Ja, nu zou je zeggen, oh ja, die kosting was logisch. Maar dat was het daarvoor ook al. En dat zijn allemaal dingen die helpen om die transitie ook in gang te zetten. Ja. Met name politiek, hè, want ook parkeertarieven, alles ligt daar wel in heel gevoelig. Ja, maar neem ons even mee in de komende jaren of decennia als het gaat om mobiliteit en de belangrijkste ontwikkelingen die we gaan zien als het ligt aan dit college en aan de gemeente. Ja. Nou, dit is dan een van de belangrijkste analyses. Hiervoor, wat ik al zei, de doelstelling gaat echt om die stad groener te maken. Hè, die leefbare omgeving. We hebben het ook, Dirk is daar de trekker van geweest, maar van die klimaattafel. Dus het gaat ook om een veel bredere opgave. Het gaat ook om de verdichting en het aantal mensen wat in die stad komt wonen, maar ook het aantal werkenden. Ook beter te laten bewegen. Dus investeringen te doen in OV met name. Dat zie je ook terug op deze kaarten. En belangrijk is dat we eigenlijk samen ook met name, Elders zit hier ook, Pozat, ook vier leidende principes hebben
uitgewerkt van hoe ga je met de mobiliteit om in de toekomst. Nou, en dan gaat het over dus dat je vooral meer ruimte biedt in die infrastructuur voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer. Dus van meer verblijven dan dwars door de stad heen rijden, laat het zo maar zeggen. Nou, het tweede gaat over veilige en gezonde verbindingen. Dat zijn mooie termen, maar dat gaat echt op stadstraten, zoals een meent, een kruiskade, een binnenweg, waar dingen knellen ook. Hè? Waar sommige fietsers helemaal niet prettig vinden om te fietsen. Zoals we net hier hoorden van die Hoogstraat. Ik ga met mijn dochter ook. Soms doe ik het wel eens als ik echt denk, ik heb goed geslapen. Ja. Ik heb net bananen op. Ik doe het gewoon, hè, binnenweg. Ja. En dan echt super, al die openslaande autoportieren en zo. Ja, precies. De ruimte is heel krap. En dan een biertje aan het einde om te vieren dat je gehaald hebt, ja. Nee, maar maak daar keuzes. Hè? Dus ga ook, misschien moeten we wel toe naar bepaalde plekken waar de snelheid wat lager is. Maar misschien, hoezo misschien? Dit is toch gewoon, jij bepaalt dit toch, of niet? Ja, ik bepaal dit. Ja. We gaan dus naar een lage snelheid. Ik zit even, wie is hier nou de baas, Martin? Ja, nou, vandaag ik. Nee, ja. Nee. Maar zonder gein, want je zegt misschien, maar zit er, ik probeer een beetje helder te krijgen voor mezelf, maar ook voor de mensen hier, van hoe duidelijk die agenda dan nu al is. Hè? Is er zo duidelijk van, die binnenweg die is in 2022 is die autovrij of eenrichtingsverkeer? Eenrichtingsverkeer is een van de initiatieven die heel duidelijk ook vanuit de buurt naar voren is gekomen in die klimaattafel. Mm-hmm. En daarvan zeggen we, nou, dat gaan we gewoon doen. Op een experimentele manier, dus als één, dan kan je kijken wat er gebeurt. En op het moment dat er een heel budget is en we kunnen die straat herinrichten, want de herinrichting is ongelooflijk duur. Mm-hmm. Praat je niet over 2 miljoen, dan praat je van zeker van gevel tot gevel over echt tientallen miljoenen. Nou, dat moeten we dan ook doen. En dan moet je die principes ook gelijk uitvoeren. Dus nee, ik. Sanne, je wil. Eenrichtingsverkeer maken is toch niet zo duur? Je moet profiel aanpassen. Dus we hadden Hoeft niet. Je moet gewoon doen nu. Je hebt dan gewoon veel meer. Je moet gewoon even doen, Martin. Wat doe je nou moeilijk? We gaan het ook doen. Geef 2 ton aan Marco en Sanne en ze regelen het gewoon. Met gemak. Zet een bordje neer, stop. Hier kun je niet erin. Ja. Dat doen we wel voor 2 ton. Mag ik een vraag stellen aan Martin? Zeker, ja. Die ene grafieken, is daar rekening gehouden met de groei van de stad? Ik zie wel een autoafname, maar daar zijn jullie echt van overtuigd? Nou, we zijn niet zo overtuigd. Het is wat er aan de hand is in de stad. En we meten dat ook. Hè? Dus we meten het letterlijk. Het aantal auto's daalt gewoon. En dat is ook dat is wel leuk dat jij die vraag ook stelt. Met al die nieuwe bewoners die erbij komen, bewoners. Gaat het nog steeds dalen, denk ik. Ja, ik weet dat het voor heel veel mensen niet. Maar dat, kijk, het is heel simpel. En volgens mij, je hebt het net zelf ook aangegeven. Op het moment, kijk, mensen hebben al een heel ander mobiliteitsgedrag. Ten tweede hebben ze, zeker mensen die in de binnenstad gaan wonen, die hebben bijna geen auto. Die erbij komen in ieder geval. Een aantal misschien nog wel. Dus Marco, dat is niet jouw ervaring of niet jouw idee? Wat? Ja, dat ligt eraan. Kijk, dan moeten we echt stoppen met faciliteren. Ja, dat is helemaal eens. Echt, er zijn een aantal torens in het centrum die lege geraakt. Ja, dan heb ik het ook over de Mariniersweg, weet je. Ja. Die 4 baanswegen door midden door de stad. Ja, maar dat is waar deze aanpak over gaat. Om dat ook op termijn te veranderen. Kijk, je kan niet alles tegelijk doen. Kijk, en als voorbeeld, het leuke is ook, we zijn met werk met de R10. Dat is de grote werkgevers in de stad. Met name met de verkeersonderneming daar ook over in gesprek. En die mensen komen zelf ook van, maar onze parkeergarages zijn leeg. Want iedereen komt met... Nou, niet allemaal met de fiets. Kruisplein garage gebruiken. Ja, nee, maar dus die auto, dat is gewoon, hij hoeft niet weg. En het is geen auto, zeiden jullie. Nee. Hij wordt schoon, dus hij is sowieso, maar hij moet veel minder dominant in de ruimte worden. Ja, maar kun je ons nog een beetje een idee geven van hoe die stad er dan over een aantal jaren of een paar decennia uit gaat zien, Martin? Want we, met alle respect, maar iedereen kan meedoen in een vitaal economisch verkeer. Daar kan echt bijna niemand tegen zijn. Maar noem nog eens echt een beetje een omstreden project waar de komende jaren vreselijk veel ophef over gaat ontstaan, maar waar jij heel trots op bent. Nou, dat ik verder waar ik heel trots op ben, mede ook dankzij Elbert, is... vormgeving, wat hier ook staat, hè? Dus dat hele groene mensje wat je ziet. Dus dat is van het Hofplein tot aan het Ahoy, tot aan de Nieuwe Kuip. De Blaak, misschien wel tot aan Dijkzicht, tot aan de Urf, mijn part. En misschien wordt het nog groter. Dat is echt waar de fietser, de voetganger, de prioriteit heeft. Mm-hmm. En dan kan je kiezen tot in het autovrij maken van de straat. Want waarom kan de Blaak niet autovrij? De Koolsingel gaat al van 4 naar 2. We zijn aan het nadenken over een ander Hofplein. Nadenken over een ander Hofplein, dat is al een soort van... De kogel is al door de kerk, toch? Of niet? Dat wordt gewoon een soort groen stadspark.
Nou, tuurlijk. Wat is dit? Dit ligt nog, is nog een beetje gevoelig, Martin? Of hoe zit dat? Ja, kijk, dat zijn allemaal plannen die ook nog naar buiten toe moeten. En daar zijn we nog ook volop mee bezig. Maar dit zou wel echt fantastisch zijn. Help ons even. Wat gaat er met Hofplein gebeuren? Het Hofplein is natuurlijk, Rotterdam is een autostad. Ja. Dus het is volledig ontworpen op die tekentafel op de auto. Dus het heeft enorme verkeersaders. En we hebben altijd heerlijk brede stoepen waar je... En brede fietspaden en brede rijbanen, omdat het volledig ontworpen is op die auto. En het Hofplein is daar een symbool van. Dus als het Hofplein een groen park wordt, dan is dat wel echt een symbool voor een grote stap, denk ik, in die hele transitie. Maar dit is meer dan alleen maar luchtfietserij, toch, Martin? Maar er zijn serieuze plannen om dat met Hofplein te gaan doen. Maar is dat jij er nu voorzichtig over bent om er iets over te zeggen? Heeft dat ook te maken met dat Hofplein inderdaad zo'n symbool is van Rotterdam Autostad? En dat voor heel veel mensen toch nog steeds in de publieke opinie, maar ook politiek gezien, nog steeds een zwaar punt is? Nou, kijk, als je mij vraagt, hoeven we daar niet voorzichtig over te zijn. Maar kijk, de politiek beslist wel uiteindelijk. Mm-hmm. En er zijn nog geen besluiten genomen. Oh, ja. Dus daar moeten we dan gewoon ook eerlijk in zijn. Nee, maar ik ben benieuwd. De ambitie is erg groot. Maar om eraan toe te voegen, wat ik eigenlijk wilde zeggen, is dat het gewoon voor Rotterdam is dit fantastisch. Omdat alles opgezet is vanuit de auto. Mocht die iets terugschroeven, dan heb je ontzettend veel ruimte. En kijk, in Amsterdam, als je zo'n gracht is smal en er staan auto's. En als die auto's weg zijn, is de gracht nog steeds heel erg smal. Hier kan je... We hebben ook eens berekend, we kregen... Dus Rotterdam heeft 400.000 parkeerplekken. Nou, dat is zo'n 5 vierkante kilometer aan ruimte. Dat is inclusief Hoek van Holland en... Ja, dat is even alles. Dus de hele gemeente. Dit is gewoon even een vingeroefening op een vierveeltje. Je moet wat als je in de kroeg staat. En stel dat je krijgt een bepaald percentage, zo'n 30% krijg je bijvoorbeeld op deelvervoer. Of dat je een paar auto's met je VVE hebt. Dus dat er gewoon de auto's 30% zouden afnemen. Dan is dat 1,5 vierkante kilometer. En dan is dat weer bijvoorbeeld 15.000 grondgebonden woningen. Dat zijn enorme parken. Dat is zo groot als de Kralingse Plas. Dus juist omdat we hebben juist geluk dat Rotterdam zo op de auto ontworpen is. Want het geeft ontzettend veel mogelijkheden qua ruimte voor groen, voor verdichting. Als we het zo bekijken, is dat echt fantastisch. Ja. Is dit ook hoe je het presenteert aan wethouder Bas Curvers? Die, geloof ik, wat is het, 50.000? Of nu heeft hij het over 18.000, maar 50.000 voor 2040, geloof ik, hè, woningen erbij. Je zegt, nou, je hebt er al 15.000 als je alleen maar die parkeerplaatsen eruit werkt. Nou, dat zo zou ik dat niet zeggen tegen hem, want dat is niet zo handig. Maar wat je wel ziet is... Blijft een VVD'er, bedoel je? Ja, voor de VVD is de auto... De autoafhankelijkheid nog van belang. Ja, maar ik zeg het een beetje grappig, want ook daar zie je wel... al een paar verkiezingsdebatten gedaan de afgelopen jaren. Daar hoorde je nog heel erg VVD-autopartij. Vincent Karremans, afgelopen campagne, bijna niet meer. Je moet wel ook feiten laten zien. Hè? Dus dat die mobiliteit verandert, dat laten we dan ook zien. Hè? Dat is redelijk overtuigend. En de tweede, dan zie je dus rondom Parkhaven heel de... Hè? Dat is een verdichting... Volgens mij is het fantastisch, maar goed, daar mag iedereen zijn eigen persoonlijke mening over vinden. Maar wat het tegenhoudt, hè, waar echt een probleem zit, zijn de milieuaspecten van de hele Maastunnel. Dus de hoeveelheid auto's, die houden ook die verdichting tegen, als je dus niet die verandering in staat. En daar is natuurlijk Curvers wel gevoelig voor. En het gaat er niet om, het gaat erom, en daarom is die eerste sheet met al die wethouders zo van belang. Je moet deze keuzes nu maken op het niveau van de stad. Want daarmee heeft elke wethouder straks zijn voordeel. Ja. En dat is wat we proberen te vertellen. En Martin, we hebben het nu over dat er minder auto's komen. Er komen meer voetgangers, er komen meer OV, meer fietsers. Ook al blijven er dezelfde hoeveelheid auto's, dan worden die auto's ook schoner, toch, op een gegeven moment? Ik heb een paar jaar geleden was ik bij een lezing op een snelweg, notabene, omdat die toen even afgesloten was bij Kleinpolderplein. Daar ging het over de oneindige mogelijkheden als die snelwegen niet meer vol zouden rijden met hele vieze fijnstof en wat er allemaal niet uitstoten. Gassen. Hoe wordt daarover nagedacht? En wat zijn daar de prognoses?
Nou, kijk, de auto's worden gewoon schoner. Mm-hmm. Dat is gewoon een feit. En straks, en ze worden stiller. En natuurlijk is er nog iets met banden. En dus je hebt straks eigenlijk de overlast van die auto is straks weg. Maar als je een heel groot deel, dat wordt autonoom. Je kunt gewoon aan een, als je een zelfrijdende elektrische auto hebt, die kun je dan kun je gewoon aan de snelweg gaan wonen. Ja. Of niet? Ben ik iets enthousiast nu? Nou ja, de A13 was ooit eens vroeger als verbinding aangelegd. En dan zijn die huizen aangebouwd. Maar dat is nu niet meer bedenkbaar. Maar in theorie zou dit kunnen. Mm-hmm. Maar wat er nog steeds aan de hand is, is dat in die stad die ruimte, hè, dus nog dan heel erg gedomineerd wordt door die auto. En daar zie je wel dat mensen op zoek zijn naar, dat wil je die stad veel leefbaarder maken, dan heb je veel meer ruimte voor groen nodig. Mm-hmm. Zelfs voor water, maar ook voor andere zaken. En daarin moet je keuzes durven te maken. En daarom denk ik dat de Mobility Challenge ook laat zien van we gaan een parkeerplaats weghalen. Maar ja, dan staat die auto binnen en dan is het nog steeds steen. Maar omdat het dus groen is en aantrekkelijk wordt, dan zien mensen die verandering. En dat is wel wat je dus moet gaan doen. Kijk, en dat is volgens mij wat de mobiliteitsaanpak hiervoor, en dat is daarom is ook een college besluit om te zeggen, wij gaan hiervoor. En het is niet iets wat we in 5 jaar even doen. Want dit is een strategie voor de komende misschien wel 10-20 jaar. Dan moet je keuzes in maken en durven doen. Je moet uiteindelijk kunnen vertellen, wat levert het op? En het Hofplein zou daar bijvoorbeeld een van de grootste nieuwe ambities van kunnen zijn. Ja. Ja. Marco, Sanne, hoe lezen jullie zo'n mobiliteitsaanpak? Lopen jullie daar warm voor? Of denk je, dit kan wel een onsje meer? Of dit mag wel iets ambitieus? Dit kan wel een onsje meer, ja. 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 Maar kun je dat iets toelichten? Nou, kijk, ik heb wel een aantal gesprekken gevoerd in de aanloop, zeg maar. En we hadden het over de eenrichtingsverkeer maken van Kruiskade, Middellandstraat, Nieuw-Binnenweg. En nu zie je dat best wel in de tijd is gezet. En dat vind ik best wel jammer, want volgens mij kunnen we dat op redelijk kort... In de tijd is gezet als in ver vooruit geschoven. Ja, vind ik persoonlijk dat sneller kan. Als je ziet wat voor verkeersoverlast er op dit moment is op die straten... Denk bij, die ligt echt voor open doel. Ja. Persoonlijk had ik liever gezien dat sneller zou plaatsvinden. Tegelijkertijd moet je denk ik heel erg blij zijn dat er zo'n document nu ligt. Dat spreekt absoluut een ambitie uit. Kijk, voor mij persoonlijk moet het altijd sneller. Ja, Sanne, onsje meer? Een beetje hetzelfde verhaal. En ik geloof ook nog wel in die potentie. Dat is een beetje waar die 30% vandaan komt. Dat je toch in een stad zit. En dat, er zijn gewoon cijfers die zeggen 95% van de tijd staan auto's stil. En er zijn natuurlijk de mensen die echt de auto nodig hebben voor woon-werkverkeer of omdat ze minder goed ter been zijn. Maar er is een enorme potentie van mensen die gewoon heel vaak hun auto niet gebruiken. Mm-hmm. En daar zou je er in theorie zoveel weg kunnen halen. En dan kan je als stad er wel... misschien zijn er heel veel ideeën om daar iets meer regie in te voeren. Of om, stel je hebt de VVE en je ruilt je auto's in voor 2 deelauto's. Dat je dan een dedicated parkeerplek voor die auto voor de deur krijgt en een groene plek. Dus daar kan ook bepaalde, van onderaf kan je ook denk ik veel bereiken. Eigenlijk wat wij een beetje gedaan hebben. Ja. Martin, onsje meer? Nou ja, Het is een politiek document, hè? Dus van jou had het misschien ook wel wat onsje meer gemogen. Tuurlijk, maar er zijn 2 aspecten die belangrijk zijn. Hè? Het gaat altijd over welke financiële haalbaarheid zit er dan achter. Mm-hmm. Dus dat is nog 1. En tweede, we zitten wel, kijk, je zei het zelf ook, we willen die stad heel erg verdichten, dus we bouwen ook. Maar als je bouwt, dan heb je ook met, bouw je wel of niet parkeerplaatsen. En het is nu een heel mooi voorbeeld op de boompjes. Waar dus heel die deelauto's, de pont doet dat volgens mij. En dat is een eerste succes. En nu beginnen, ik zeg het ook even, voor de ontwikkelaars te kijken van oké, het kan dus. Hè. En, want die deelmobiliteit, we doen net alsof het iets... ik vind het fantastisch, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel nog net in het begin. En het is allemaal nog in een soort niche. En de ene slaagt wel, de ander slaagt niet. Dus ja, die ontwikkelaars die moeten ook nog overtuigd worden van... kan dat straks allemaal wel? Dus het is echt, die samenwerking is ook belangrijk. Dit is wel een belangrijk punt. Dus dat hebben wij ook ervaren met de challenge. Kijk, die markt is totaal gegeven eigenlijk aan de markt. En je ziet dat die leveranciers toch wel heel veel moeite hebben om tot een goed businessmodel te komen. Mm-hmm. Dus met onze leverancier Heli exact hetzelfde. Het was echt een gevecht met hun om... ze een stapje meer te laten doen. En ja, je krijgt gewoon heel simpel de feedback terug van... Marco, Sanne, wij moeten al heel veel toegeven.
financieel. En dat blijft een groot gevecht, vooral als je dit op grotere schaal zou willen doen. Ja, hoe moeten zij dat ooit rendabel gaan krijgen in deze stad? Aan de andere kant, op een gegeven moment mochten wij een praatje houden bij Walk 21. En voor ons was een mevrouw uit Bremen. En in Bremen hebben ze over de hele stad zo'n 40 mobielpunten uitgerold. En daar staan overal 2 auto's. Dat is gewoon door de gemeente gereguleerd. En de gemeente bepaalt ook van nou, die wijk moet nu aangesloten worden. En dan wordt dat aanbesteed. En er is toevallig maar 1 partij die het steeds wint. Maar goed, dat terzijde. Dus wij kwamen daarna met onze ene hub. Dus daar schaamden we ons een heel klein beetje voor. Maar die zijn dus al 15 jaar bezig. Ja. En die hebben daar heel erg de regie op gevoerd. Mm-hmm. En het klopt inderdaad dat het een moeilijk businessmodel is. Maar ja, misschien. Maar wat Rotterdam helemaal niet doet, toch? Daar de regie opvoeren. Nee, ik was vanmiddag voor een afspraak op de Erasmus Universiteit. Ja. Daar stonden de Felixen en de nog 2 nieuwe die ik niet. Maar een soort retro scootertje, in ieder geval 3 merken door elkaar. Ik geloof wel iets van 200 scooters daar. Ik denk dat die studenten gaan allemaal heen. Waar ze dan blijven, weet ik niet. Maar, Nee, maar dat is wel een fundamentele vraag natuurlijk. En als je ziet hoe dat in Bremen, wat Sanne zegt, we zagen een kaartje van de stad. Het is gewoon, ligt een heel netwerk, ligt er gewoon al. Zijn al 5, voor mij was zelfs 18 jaar zijn ze er al mee bezig. Ja, ja. Martin, laatste vraag en dan gaan we Dirk erbij roepen. Is dat iets waar jij van droomt als? Nou, zeker. Dat is volgens mij. En je merkt nu dat het ook noodzakelijk wordt. En als voorbeeld die deelfietsen. 2 jaar geleden, hè, de O-bikes, de Mo-bikes, weet ik veel wat voor namen we allemaal hebben, de Go-bikes. Mm-hmm. De ene die werd over maar gegooid, die gele fiets, nou, die is er dus uitgegooid, want die openbare ruimte allemaal werd allemaal omgesmolten tot die fluoriserende powered by Uber elektrische fietsen. Ja, en de Go-bike was ook maar voor 1 klein doelgroep, is alweer failliet. En dat is ook vervelend. En dat is wat er ook gebeurt. Maar dat is toch een zootje, dat wil je toch niet als stad? Nee, dat klopt. Maar daar is ook dan geen. Ik weet niet precies, maar juridisch is het ingewikkeld. Kijk, die stepjes even als voorbeeld. Die wil iedereen. Ja. Maar dat moet goedgekeurd worden door de RDW. En en die zegt gewoon nee. Dat is gevaarlijk. Okay. Dus, maar dat soort dingen spelen allemaal veranderde mobiliteitswereld. Ja. We gaan het hebben over dat laatste wat je zei, juridisch ingewikkeld. Want er zijn wel meer dingen ingewikkeld als je het hebt over transities. Het is helemaal niet ingewikkeld. Dat gaan we nu horen van hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Directeur van Drift, Dirk Loorbach. Dirk, niet alleen vanuit de wetenschap en beschouwend hier papers over publiceren met beide poten ook in de modder, spreekwoordelijk gezegd. Jij zit dan in allerlei overleggen, voorzitter van de mobiliteitstafel van het Rotterdamse Klimaatakkoord. Op heel veel plekken betrokken bij de vraag die we hier vanavond behandelen. Even voordat we verder gaan, je kende dit natuurlijk, hè, dit experiment. Wat vind je van, moeten we er hier 20 van hebben in deze stad? Was je enthousiast? Ja, zeker. Dat is ook onderdeel van het klimaat of het mobiliteitsplan in het klimaatakkoord. Maar ik vind het voor een deel te klein en niet radicaal genoeg. Dus het doorpakken vanuit het experimenteren. Dit is een verwijt aan Assan en Marco? Nee, absoluut niet. Okay. Want het is heroïsch. En het laat ook zien hoeveel moeite het kost om van onderop iets op te bouwen. Mm-hmm. Maar het is veel te weinig serieus overgepakt door de gemeente. Want dat eenrichtingsverkeer had natuurlijk gelijk. Had natuurlijk nooit teruggedraaid moeten worden. En ik denk, we moeten allemaal niet autootje gaan pesten. Ik ben van de recalcitrantie. Ik denk, de auto is het grootste probleem in Rotterdam. Mm-hmm. Qua gezondheid, qua uitsluiting, qua ruimtelijke ongelijkheid, qua gevaarzetting. En het is een enorm inefficiënt apparaat. Mm-hmm. Ik las net nog op de correspondent de SUV's. Voor 1 kilo mens heb je ruim 40 kilo auto nodig om dat te verplaatsen. En met een vliegtuig is het maar 6 kilo en een fiets is 200 gram. Dus alleen al qua materialen wat erin moet. We hebben het allemaal over circulaire economie en zo. En dan hebben we het ook nog over 95% staat het stil. Mm-hmm. En dan heb ik nog niet eens over de gezondheidsschade. Mensen die eerder doodgaan, kinderen met astma, verkeersdoden, verkeersslachtoffers. Dus de maatschappelijke schade van individueel autogebruik is enorm. Ja.
Dus, polemisch ingestoken, in ieder geval niet, zo. Niet, dit is gewoon een feitelijke constatering. En Martin komt met cijfers. Dit kan je allemaal gewoon feitelijk onderbouwen. Nee, dat kun je onderbouwen, maar tegelijkertijd... jij houdt je dan bezig met die transitie. Want we willen misschien daar naartoe, maar daar komen is nog een tweede. En dan hoor je dus al dat er heel veel weerstand is om zo'n auto even tijdelijk achter slot en grendel te parkeren. Dat geeft de burger niet al te veel moeite. Nou, kijk, dat is transitie. Transitie gaat over het gat tussen die mooie plannen en beelden en dit soort kleine stapjes waar het mee begint. Mm-hmm. Maar transities gaan eigenlijk over een fundamentele verandering in iets wat we gewoon zijn gaan vinden. Mm-hmm. Dus historisch, er werd ook naar verwezen, de historie van Rotterdam is ontworpen op de auto. Iedereen heeft zijn gedrag erop aangepast. We zijn het totaal normaal gaan vinden. Dat zit dan linksboven in de transitie. Dat is gewoon hoe we de stad hebben ingericht. En dat gaat tot op het kleinste niveau van aanbestedingen, vergunningen, beleid. Hoe mensen hun dagelijks leven inrichten. Dus aan alle kanten is dat gewoon geraakt. Die arena waar Martin naar verwees, was eigenlijk een aanzet om dat ter discussie te gaan stellen. Om de vraag te gaan stellen, is dat wel zo normaal? Is die stad niet eigenlijk meer voor mensen? En vervolgens moeten we zorgen dat die mensen altijd zo mobiel mogelijk zijn en dat die stad zo inclusief en gezond en leuk mogelijk is. Ja, dan ontkom je uiteindelijk niet aan die stad anders in te richten. En dat gaat dan ten koste van iets. En ja, daar is de auto wel een belangrijk element in. Ja. En daar begint het dus bij het ter discussie stellen van wat normaal is. En dan, dan beginnen mensen linksonderin te experimenteren. Van ja, hoe werkt dat dan? Ja. Want winkeliers die denken je moet parkeren. Mensen zijn gewend aan hun auto. Dus de eerste reactie is ga je dat afpakken. Alternatieven zijn nog heel kwetsbaar. De fietsen werd naar verwezen. Maar want dat is waar we ons nu bevinden. Links onderin, linksboven. Nou, gelukkig zijn we inmiddels wat verder. Want de druk en de urgentie neemt toe. Want hier, we zien hier 10, 20, 30. Dat is niet minuten, uren, jaren. Eigenlijk hadden we dit plaatje ooit gemaakt zonder tijd. Want we zijn de druk aan het opvoeren. Nou ja, het mooie is natuurlijk dat in het hoogkwartier zijn er ook een heleboel mensen die mee hebben gedaan. Vooral omdat ze het een heel goed idee vonden. Maar die zaten al lang rechtsboven in een slim mobiliteitssysteem. Die hebben geen auto meer of die gebruiken hem af en toe. Mm-hmm. En dan staat hij in de parkeergarage. Maar het meest fietsen, wandelen, OV, trein, dat is er ook allemaal. Ja. Dus die hebben helemaal geen transitie nodig. Maar er zijn nog heel veel mensen die hebben wel andere zorgen aan hun hoofd dan mobiliteitstransitie. Ja. Dus die denken, wat gebeurt er nou? Wij spreken elkaar af en toe op dit soort plekken. En dan spreken we elkaar ook heel vaak over dit onderwerp. Dan gaat het over, we zitten nog ergens. We gaan ergens naartoe. En jouw collega Jan Rotmans die heeft een keer een boek geschreven over kantelen. Als we die metafoor... Kan je niet meer horen? Nee, ga door. Ik probeer het een beetje te begrijpen waar we nu zitten. Hè? Dus, en of we bij dat punt in de buurt aan het komen zijn dat het radicaal gaat omslaan. Het gat tussen een ander idee van een toekomstige stad waarin mobiliteit een middel is om een gezonde, inclusieve stad te maken. De concrete voorbeelden van hoe dat eruit zou kunnen zien en hoe dat kan, dat gat wordt steeds kleiner. Mm-hmm. En daardoor wordt de druk steeds groter. En je ziet een heel college, ze zien nu allemaal de voordelen van die verandering. We kunnen allerlei plekken en initiatieven aanwijzen. Dat zit ook in dat klimaatakkoord, want dit is één challenge. Maar er gebeuren door heel de stad allerlei experimenten en proeven met verandering van mobiliteitsgedrag, schone mobiliteit, deelmobiliteit, stad anders inrichten, schone logistiek, noem het maar op. Dus het bruist over van de kleine experimenten, maar die zie je nog te weinig. En die zijn nog te weinig de norm in de publieke ruimte. Nou, ik ben wel benieuwd. Je zegt het moet radicaler. Ik denk dat wij dat helemaal niet erg vinden om te horen, maar eerder denken prima. Stel, we hebben al van een paar wijken gehoord, bijvoorbeeld Noordereiland, dat ze ons gecontacteerd hebben omdat ze wel interesse hebben in een mobility challenge. Dus wat zouden, hoe moet het radicaler? Wat zouden jouw aanbevelingen zijn? Ben ik heel positief gestemd over de beweging die de afdeling mobiliteit en duurzaamheid aan het maken zijn. Mm-hmm. Namelijk via het experiment op buurtniveau. Proberen de spelregels te veranderen en eigenlijk mensen te laten wennen aan verandering van mobiliteitsgedrag, nieuwe mobiliteitsvormen.
En dat moet ergens lokaal ontstaan. En je zei terecht, ooit maakten we de stad vanaf de tekentafel. Dat werkt niet meer. Maar dat werkt ook nog steeds niet, omdat heel veel beleidsprocessen en werksprocessen nog gewoon in dat oude autoregime zitten. Mm-hmm. Dus we kunnen het wel willen, maar vervolgens loop je vast in afdelingen en is uiteindelijk de aanbesteding of de straatinrichting of dat vergunningen. Daar moet uiteindelijk de transitie in plaatsvinden. Mm-hmm. Maar door het experimenteel te doen en van daaruit ook echt te leren hoe kunnen we de regels zo aanpassen dat dit. Maar je zegt eigenlijk, om het idioom van Jan Rotmans nog even bij te, dat de gemeente is nog niet helemaal gekanteld. Ja, ik denk niet in zulke soort abstracties. Okay, sorry, ik zie hier mensen als Marten, maar er zijn een legio. Ja, ja. En wij noemen dat als schoolambtenaren of ondernemende ambtenaren. Die werken dus vanuit die experimenten naar binnen. Ja. Alleen tot nu toe waren die experimenten vaak apart en tijdelijk. En dan wordt er wel van geleerd, maar dat is vrij diffuus. En nu is veel meer de gedachte, je moet via dat experimenteren, mm-hmm. ga je gewoon die straatinrichting veranderen. Ja. Maar eerst moet daar de politiek nu van zeggen, maar dat is dit horen we heel veel, hè? Ook als het gaat om die transities, grote veranderingen, alles is decentraal, komt van onderop. Als ik zo'n voorbeeld van Bremen hoor, dan denk ik niks onderop. Dat moet de gemeente gewoon gaan regelen. Klinkt fantastisch. Dat is waar het radicalere zit, want we komen langzamerhand, en dat het naarmate je verder opschuift in die transitie, gaat het echt om keuzes maken. En een van mijn grote teleurstellingen van het afgelopen jaar is dat die Coolsingel weer open is gegaan. Ik had 150 partijen verzameld en allerlei argumentatie om te zeggen, Coolsingel wordt ground zero. Dat wordt de eerste grote emissieloze stadstraat. En het liefst gewoon autovrij, maar emissieloos mag er dan nog. Martin, was jij team Dirk Loorbach in deze? Of wat? Ja. Nee, zeker. Maar kijk, wat vindt hij nou? Dirk, vond hij het een goed idee of niet? Nee, dat is een goed idee. Ja? Maar ik zit eigenlijk precies goed, want ik zit er tussenin. Zo zie ik mezelf ook. Hè. Maar je hebt Dirk, je hebt Sanne en Marco nodig om, zoals dat heet, het politieke, maar ook de ambtelijk apparaat echt uit te rekken. Hè. Dus ik vind Adria Geus is ook iemand zo, die schopt nog veel harder. Zij zijn nog aardiger geworden. Maar en dan die heb je nodig, want je moet die systemen, zoals jij het zegt, die dus helemaal in die processen zitten, wat heel moeilijk, maar soms ook niet precies, zelfs wij als gemeente ook niet allemaal precies weten hoe het allemaal werkt, mm-hmm. om de boven tafel te krijgen. En daarvoor is die mobiliteitschallenge zo belangrijk, maar ook meerdere experimenten, is om dat dingen bloot te leggen. En nu zien we dat het positief is, hè, het levert dingen op. En het tweede daarbij is dat we dus nu ook die systemen kunnen gaan veranderen. En het experiment is nu een werkwijze geworden, wat, ik zeg het maar even zo, dat klinkt heel beleidsachtig, maar waar structureel we nu mee aan de gang gaan. En dat was een paar jaar geleden helemaal niet het geval. Dan deden we iets en dan ging weer verder. Dus hebben wij dat ook wel ervaren. Ik moet zeggen, met vergunningen, dat hebben we echt wel op de agenda gezet. Mm-hmm. Is niet gelukt in dit experiment, maar wellicht in het volgende experiment wel. Ja, zo moet je werken, zo moet het beleid gewoon gaan. Hey Dirk, want ook in die het klimaatakkoord, of tenminste het deel over mobiliteit, worden ook een paar concrete aanbevelingen gedaan over hoe de gemeente Rotterdam zich beter zou kunnen gedragen eigenlijk, of zich die transitie zou kunnen versnellen, om het maar even zo te zeggen. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, eigenlijk zitten er drie elementen in, of drie deelstrategieën. Eén is veel gestructureerder die experimenten gebruiken om tot gedragsverandering, verandering van openbare ruimte en tot ontwikkeling van een sociaal deelmobiliteitssysteem te komen. Daar valt ook nog een hele hoop over te zeggen, maar dat kan je niet aan de markt overlaten inderdaad. Tweede strategie, en daar liep Martin net wat van zien, hè, dat staat in dit plaatje linksboven, dat is eigenlijk die back-office van de gemeente aanpassen. Dus vergunningstelsels, aanbestedingen, straatinrichting. En dat is eigenlijk saai ambtelijk werk, maar dat is gewoon het anders toepassen of het anders inrichten van de regels. Mm-hmm. We hebben gewoon gemeente en de overheid nodig die dingen regelt. Alleen, dat is historisch. Heeft dat gefaciliteerd dat de auto en dat moet nu ook andere dingen voorrang gaan geven. En dat gaat dus over inderdaad snelheid omlaag, andere voorrang, et cetera. En de derde strategie is om toch al na te gaan denken over waar je afscheid gaat nemen van dingen. De emissiezones, met logistiek is dat nu al gaande. Dus nieuwe emissiezones die geïntroduceerd worden. Maar dat gaat ook voor straatparkeren in buurten gebeuren als het aan mij ligt.
Maar dus eigenlijk is het het stapsgewijs toewerken naar het afscheid nemen van dingen. En als je dat duidelijk maakt, maar dat is inderdaad een politiek gevecht. Dan kan je daar een termijn aan koppelen en dan geef je mensen een beetje een duwtje om naar alternatieven te gaan kijken. Nou ja, een duwtje. Je zegt nu een duwtje. Als je het hebt over de wortel en de stok, dan gaat het hier bij jullie bevinding is ook eigenlijk dat je die wortel ook heel duidelijk moet laten zien. Dus juist de winst. Begin, en de succes. Bij, de, ja, begin bij de wortel. Wordt er voldoende gedroomd als het gaat om de transitie waar we nu over spreken? Worden er voldoende utopische vergezichten geschetst? Die zijn er genoeg. Maar ik zou, als het over radicale experimenten. Ik zou het wel interessanter vinden als het gewoon opgelegd wordt om een tijd lang, en dat hoeft het misschien niet 2 maanden te zijn, maar om een maand lang je auto niet in de straat te kunnen parkeren. En dan inderdaad wel te zorgen dat er goed deelaanbod staat. Ja. Maar als test, maar dan moet iedereen ook meedoen. Maar in een wijk of in een... mijn wijk is weer heel groot, dus neem een buurt. Maar ja. Daar moet je wel goed over nadenken en over in gesprek maar gaan. Krijg je dat de wat denken jullie, krijg je dat de politiek door als je dit soort dingen niet samen met de burgers heel lang al werken en praten en overleggen? Is het niet gewoon een combinatie? Dus je moet dingen kan je heel goed sturen vanaf bovenaf en daar bepaalde regie in voeren. Maar ik denk dat als het gaat om gedragsverandering. Kijk, als wij het experiment zo hadden gedaan van nou, allemaal, je mag de auto niet meer gebruiken. Dan was het nooit gelukt. Juist de lieve benadering heeft er wel in geholpen dat mensen meededen en ervoor open stonden. Maar tegelijk zeg je, het is een misschien wat teleurstellende score, die 25 auto's. En als we het hadden opgelegd, hadden we misschien wel 3-4-dubbele gehad. En waren mensen wat, Martin, jij denkt van niet, geen goed idee? Dan had je waarschijnlijk in je stemming weer 10% gehad die zei, doe maar permanent een groene parkeerplek. Precies, en daar zit volgens mij steeds de zoektocht in. Aan de ene kant kan je zeggen, kijk, dat is wel ingewikkeld. Hè? Je wil vanuit het systeem ook gaan zeggen, we maken een andere keus. Maar je wil ook dat doen samen met de mensen. En kijk, ik denk dat je dus, in die klimaattafel hebben we ook een bepaalde deal om te kijken, kunnen we in de straat met de mensen, met een eigen corporatie, heet dat geloof ik, coöperatie. En dat is dan dat ze zelf willen om daar dus minder de auto's weg te zetten. Deelauto voor terug te krijgen. Minder parkeerplaatsen in de straat, maar meer groen. Dus ja, maar dat gaat dan wel in die samenhang. En dat is wel de zoektocht. En dat begint toch in mijn optiek. Het liefst doen we het in elke straat in de stad, maar zo werkt het gewoon niet. Mm-hmm. Begint dat tot klein. En op het moment dat het succesvol is. Kijk, dat vind ik ook heel goed. Ook heel goed dat we hier zitten. Maar zo'n mobility challenge is gewoon succesvol. En dat moeten we ook verder brengen. Ja, dus meer, ik wil langzaam naar wat concrete. Ja, want gelijktijdig kunnen we best wel radicaler experimenteren. Wij hebben ook een soort droom. En ook met de gemeente. Ja, gaan we doen, de Mariniersweg. Ja. Enorme barrière. En dat maakt eigenlijk dat het Hoogkwartier een soort eiland wordt en niet ontsloten is met de binnenstad. En dit soort, eigenlijk zie je dat dan zo'n aanleg van de Koolsingel is bijna een natuurlijke vorm van een experiment. Want het moet zoveel jaar dicht, of de Maastunnel, zelfde verhaal. Dus het kan wel een combinatie zijn van ook radicalere experimenten, vandaar gewoon 2 banen eruit. Maar wij geloven wel heel erg in, als je dat dan gaat inrichten, of samen met de ondernemers eromheen, dat zij misschien dat het een park wordt, maar dat zij mogen kiezen wat voor park moet dat dan worden, wat willen ze erin doen. En dat je dan laat zien wat het een stad oplevert, dat wel werkt. Ja, ik wil ook even naar u toe om wat vragen of opmerkingen of misschien de hele radicale experimentopzets op te gaan halen. Maar eerst nog eventjes, ik hoor hier van heel veel plannen. Martin, lopen er ook veel mensen in dienst op de payroll van de gemeente Rotterdam rond die dit soort dingen aan het doen zijn? En zo nee, is het dan niet raar dat dit altijd van buiten moet komen? Nou, kijk, dat probeer ik net steeds te vertellen. Ja. Wat zeg je, Dirk? Ja? Ja. Nee, waarom? Waar, is dat zo dat die experimenteerdrift toch meestal door mensen zoals Sanne en Marco met gebeurt? En zou dat anders moeten? Ja, kijk nu naar jou, Dirk. Ja, maar dat is ook onderdeel van die transitie. Dat hele beleid, of bij mobiliteit, maar dus bij andere domeinen niet anders, wordt door de politiek aangestuurd om problemen op te lossen. En werkt op een manier die voorspelbaarheid vraagt en projectmatig
eigenlijk het bestaande aan het verbeteren is. Maar dan krijg je wel meer van hetzelfde. Maar daar zit, dat is een hele machinerie in. Die zit heel ingewikkeld, sophisticated in elkaar. Dus ja, je hebt een speciaal soort ambtenaren nodig die daaraan weten te ontsnappen en de ruimte weten te maken. En die doen dat vaak ook via de buitenband. En aan de buitenband. Maar langzamerhand is ook wel op strategisch niveau gewoon doorgedrongen van we kunnen heel veel sneller, heel veel stappen, verbeterstappen maken. Maar dan moet je een goede krachtenbundeling weten te vinden tussen die ondernemende krachten van binnen, maar ook die maatschappelijke innovatiekracht van buiten. En dan voorbij het experiment, maar echt wel experimenterend vanuit een lange radicale visie. We hebben ze wel ontmoet hoor. Wie is ze? Het gaat bijna over een soort van... Ambtenaren die houden van experimenteren. Ah ja, okay, ja. Die zitten daar allemaal. Precies. Naar wie wijs je nu? Bijvoorbeeld Monique op de eerste rij. Ja. Die heeft volgens mij al heel veel experimenten gedaan in de programma stad. Programma manager binnen stad, hè, geloof ik. Komt u even staan. U houdt van experimenteren, hoor ik. Ja, want het is heel leuk. Beetje buiten de lijntjes, hou ik van. Beetje schuren tegen de heilige huisjes. Maar we horen hier toch dat het misschien binnen zo'n organisatie als een gemeentelijk ambtelijk apparaat nog niet altijd vanzelf gaat en misschien wel wat meer zou moeten. Vindt u dat ook? Het is een nieuwe tak voor sport. En daar hebben we ook wel heel veel denkwijzen over Next City. Je hebt een blauwe lijn en daarnaast de gele experimenteerlijn. En wat we met dit experiment heel erg doen, hoe kunnen we het nou ook in vertalen naar blauwe handelsperspectieven? Het is een hele taaie taal, hè? Ja, ja. Nee, dat next. Weet je dat het geborgd wordt? Bestuur, ja, maar wat betekent? Dus dat betekent eigenlijk dat je wat zij doen gewoon in je organisatie gewoon maakt en dat meer mensen dat gaan doen op een iets grotere manier. Ja en nee, want collega's zijn gelijk ja, geloof ik hier achter. Nee, maar wat zij doen is een succes omdat zij niet ambtenaar heten en dat zij dus in de wijk, wat ze zelf ook zeiden, een soort van als een professionele wijkbewoner met de wijk praten. Dat was voor dit experiment heel fijn voor ons. Maar dat maakt er niet uit. Dat maakt er niet uit voor wie je werkt. Dat maakt er gewoon uit wat je doet en hoe je met mensen omgaat, of niet? Nou, ja, volgens mij. Nee, weet je, het maakt toch niet uit. Zo werkt. Ja, roept. Ik geef even de microfoon door. Dan is het voor de. Ja. Burgers die hebben toch een aangeboren, sorry gemeente, maar een aangeboren aversie tegen gemeente. U burger, ambtenaar? Wat bent u? Ik ben burger. Ja. En u hebt een aangeboren aversie? Nee. Nee, ja, ik probeer het. Ik ben het niet goed ridiculiseren, maar. Nee, ja, misschien vroeger. Vroeger toen ik nog stout was. Ja. Nee, maar wij werken voor de gemeente Rotterdam. We hebben samengewerkt met Sanne en met Marco met de mobiliteitschallenge. We hebben in Tilburg hebben we ook meegewerkt aan een groot verkeersexperiment. En wij worden als externe partij worden wij gebruikt juist om met de burger in contact te komen. En door wie? Door de gemeente. Ja, oké. Okay. Want wat je vaak merkt, gemeente Tilburg is een mooi voorbeeld ervan. Wij moesten onze plannen presenteren aan de burger, een bewonerscommissie en een winkeliersvereniging. En de gemeente was aan het woord en er komt alleen maar stoom uit de oren van de burger. Mm-hmm. En wij gaan ons werk presenteren en daar wordt dan wel naar geluisterd. En ja, ik denk dat iets is. Misschien zit daar een transitie. En waarom is dat dan, denk je? Ja, waarom is dat? Geen idee. Ja, dat is inderdaad gewoon gedrag. Het is de gemeente die geeft je een bekeuring als je fout staat geparkeerd. Weet je wel? De gemeente, daar moet je de belasting aan betalen. Ja. Moet je ja, maar misschien is het ook omdat de experimenten waar we het nu over hebben, hangt er heel veel vrijblijvendheid omheen. Hè? Dat, als je op een gegeven moment die vrijblijvendheid wegneemt, worden ze misschien wel net zo boos op jou en op jullie als op een gemeenteambtenaar, of niet? Hoe bedoel je dus als de gemeente in één keer zegt van ja, en nou moet je je auto weg? Als jij dat zou zeggen, of als Sanne dat zou zeggen. Hallo, ik ben hier een hele leuke stadmaker, maar ik ben wel samen met de gemeente pak ik nu je auto af. Ja, dat klopt. Maar ja, als buitenstaander kun je dat nog
Wat liever brengen inderdaad. Nee, wat San en Marco ook goed hebben gedaan bij de Mobility Challenge. Mm-hmm. En ja, natuurlijk mag het radicaler van mij. Mag het ook radicaler, ja. Kom maar betekent, wat ik vind wel, dit is wel een interessant spanningsveld zonder het de hele avond over te hebben. Maar dat je dus altijd dat dan een soort samen met zo'n externe partij moet doen ook. Omdat dat de dynamiek is dat je samen met bewoners alleen maar het voor elkaar krijgt. Nou ja, het was een leerpunt uit dit experiment waar we heel erg het stadslab voor de bühne hadden staan. En wat een heel goed succes was. Want parkeren is echt een heel moeilijk onderwerp met bewoners. Ja. En is dat over, dat was 10 jaar geleden, was dat iets anders? Een stukje moeilijker, denk ik. Is het over 10 jaar, zit daar een grote verandering nog in, denkt u? Als ook vanuit de binnenstad geredeneerd? Nou ja, wat heel leuk is, wat nog niet genoemd is uit dit experiment, wat heel mooi is, het is maar een klein groepje wat mee heeft gedaan, maar toen we afronden en een avondje hadden met de bewoners, was het wel heel erg dat de mensen ineens het hun wijk zagen. En ze waren trots dat ze experimenteerwijkje waren en ze wilden meer. Dus het was heel erg een beetje de reclaim your city, gewoon je buitenruimte weer pakken. En daar denken dat je daar zeggenschap over hebt. Er is een bewoner geweest die zei, goh, mag ik eigenlijk ook een parkeervergunning voor €10 per maand? En dan maak ik er een parkje van. Want waarom heb jij het recht om blik in mijn wijk te zetten? Ja, wat zei u toen? Ja, ik probeer een politiek als statement neer te zetten. Ik vind dat we haar wijs naar jou, maar... Van wie is de ruimte? Jij zegt de parkvergunning, heet die? Ja, oké. Okay. Dus zou gewoon moeten... De zomervergunning, dat mensen, net zoals een zomerterras voor de horeca, dat je een parkeervergunning in de zomer kan hebben om een parkje te maken. Ja, welke wethouder gaat daarover van de 34 die we in Rotterdam hebben? Een combinatie van Wijbinga en Bokhoven. Ik kan me voorstellen dat ze daar niet al hetzelfde over denken. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze er best wel op uit te dagen zijn. Okay. Maar dit doet u al, toch? Dat is uw werk. Ja, en dan zeggen ze van, dus dit kan gewoon over volgende zomer kan het zover zijn? Of? Nou ja, het zou het mooie statement zijn om die vrouw gewoon 1 vergunning te doen en kijken wat er gebeurt. Een nieuw experiment is maar 1 parkeerplek. Maar ik denk dat het wel een soort van doorbraak geeft in het gesprek. En dat hoorde je ook van de mensen uit de wijk, dat ze op verjaardagen er anders over gaan praten. Dus dat is ook de bijvangst van dit experiment. Dat men anders gaat nadenken over het mobiliteitsgedrag. Ja. Ik wil... gaat u zitten. Ik wil nog wat andere... En dan gaan we een beetje afronden. Ruimte voor vragen of hele wilde experimenten, ideeën vanuit de zaal. Steek uw hand op en dan kom ik naar u toe. Ja, ik ben Lammert Speelman. Ik hoor van iemand van de Erasmus Universiteit. Auto is de vervuiler. Maar ik ben in 1969 geboren. Een paar jaar later waren de trekpaden weg. Arbeiders die vertrokken naar de stad, die gingen in de petrochemie werken. Dus 15 jaar later ben ik niet meer met allerlei schooljongens en jongeren bezig om het onkruid in de bieten te wieden met het handje. Maar ik zit dan 30, 40 hectare... Ik hoor een lange geschiedenis aan. Mag ik u een heldere vraag? Ja? Ik kom dus nu tot mijn punt. Dus het is niet in principe die auto die de vervuiler is. Maar de mens creëert allerlei nieuwe behoeftes. En verplaatst soms problemen. Want ook die elektrische auto is niet noodzakelijk schoner. We verplaatsen het milieuprobleem of die luchtvervuiling naar een andere vorm van vervuiling. Terwijl we per persoon meer energie verbruiken dan in de jaren 50. Al is het... Dus u zegt eigenlijk, als ik het goed probeer te begrijpen, we hebben het hier over hoe we de wereld schoner en beter maken, een transitie naar een innovatieve, duurzame mobiliteitstoekomst. Maar dat we... Het is beter dan dat ik die elektrische fiets die stijgt. Lopen... Maar is dat geen elektrische fiets? Dank voor de bijdrage. Als ik daaruit mag meenemen, het moet echt, als we het hebben over radicaler, het moet dat is helemaal concreet. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is ook de achterliggende gedachte van die inzet van die mobiliteitstransitie. Dus, en ook wat nu in het Rotterdamse mobiliteitsaanpak staat. Dus lopen en fietsen krijgen prioriteit. Zouden wat mij betreft ook beloond moeten worden. En de ongewenstere vormen van mobiliteit, die moeten eerlijk gaan betalen. Als je €10 voor parkeren, dat is natuurlijk gesubsidieerd. En in Rotterdam zijn er ook heel veel mensen die niet kunnen fietsen. Maar die ook voor wie OV ook nog vaak te duur is. En die dus wel veel lopen, dat is op zich gezond, maar dan ook verder niet de wijk uitkomen. Dus ligt ook nog een hele opgave om heel veel Rotterdammers toegang tot schone, goede mobiliteit te geven. Zodat ze ook mee kunnen in de stad. Ja.
Want we hadden het over 30% minder auto's. Er zijn allemaal modelstudies gedaan, bijvoorbeeld in grote steden als Lissabon. Als je met automatische auto's met een Uber-systeem zou werken, dan zou je zeker 80% minder auto's nodig hebben om dezelfde automobiliteit te bieden. Dus in het klimaatakkoord hebben we ook gezegd, het streven zou eigenlijk moeten zijn om minimaal 60% minder auto's in Rotterdam te hebben en 80% minder ruimte gebruiken. Dus de auto's die we dan hebben, moeten ook gewoon kleiner zijn. Ja, Bas? Ja, ik kom heel even terug, want Sanne begon in het begin over mobiliteit en ruimte, die koppeling. Dus ja. Natuurlijk het heel breed vraagstuk. Er gaat heel veel dingen aan. Maar ik vind die connectie vind ik wel de meest wezenlijke. Hè? Als het gaat over ruimtelijke kwaliteit in relatie tot mobiliteit. Als je daar begint. Ik ben overtuigd dat het gaat over die ene mevrouw met die ene parkeerplek. Maar het gaat ook over ontwikkelaars met de manier waarop je plinten kunt programmeren. Welke functie je er kwijt kunt. Hoe je ruimte maakt eigenlijk voor andere zaken. Wat die hubs voor potenties bieden om nieuwe combinaties te maken tussen functionaliteiten in de stad. Dus er zit heel veel potentie in de relatie tussen ruimte en mobiliteit. Even nog los van technische ontwikkelingen in die mobiliteit. En als we daarna in Rotterdam goede uitvindingen doen, of het nou op de schaalniveau is van het ene parkeerplaatsje of deze buurt. En we hebben recent nog kennis gemaakt met onze Antwerpse collega's die dit op het schaalniveau van de stad met elkaar uitvinden. Dan zit daar enorme schaalbare potentie waar heel veel partijen aan bij kunnen dragen. Ja, en je zegt eigenlijk ook de politieke bereidheid of de publieke bereidheid wordt ook veel groter. Ook als het gaat om radicale experimenten. Als je die link tussen mobiliteit en ruimte maar duidelijk genoeg maakt. En het maar genoeg in beeld brengt ook. Ja, misschien even een quote. Ik weet niet of het helemaal goed hebt. Barbara weet het beter onthouden dan ik. Maar Alexander de Hoge uit Antwerpen zei, ruimte is een heel genereus middel. Dus ruimtelijke kwaliteit brengt ons tot die inzichten en het handelen om samen een betere stad te maken. Nou, ik vind ook de moeite waard om te benoemen dat Sanne ontwerper is en dat NVRV een ontwerpbureau is. En Marco is ondernemer in die wijk geweest. Dus je ziet dus verschillende rollen ook opgepakt kunnen worden door mensen met verschillende disciplines. En daar moeten we in Rotterdam denk ik ook zeker in het kader van zijn mobiliteitsexperiment goed naar kijken. Van wat zijn die rollen dan? Welke competenties brengen mensen in? Welke kwaliteiten? En welke ontdekkingen vloeien eruit voort? Want dan kun je gaan kijken, hey, hoe werkt dat in Kool-Zuid? Hoe werkt dat rond de Maashaven? Hoe werkt dat straks rond het Hart van Zuid? Want dan kun je heel goed kijken welke rollen mensen zouden kunnen oppakken. En dat is denk ik wat we met het stadmaken hebben geleerd afgelopen decennium. Als je kijkt naar de rollen die mensen kunnen oppakken, dan ligt het veld helemaal open. Of je een ambtenaar bent, of ontwerper bij een groot bureau, of ondernemer in de buurt. Dan ligt die wereld open om met elkaar iets te leren en iets te maken wat een betere stad is. Nou, en als je gaat kijken naar de dilemma's en de kwesties, heb je debatten nodig, heb je politieke besluiten nodig, heb je stevigheid nodig. Ook dat is nodig. Maar dat andere is denk ik echt een Rotterdamse uitvinding geweest de laatste jaren. En daar kunnen we nu een volgende stap in zetten. En dat ontwerp en die ruimte is daar essentieel voor. Nog heel klein, ruimte is ook gewoon veel waard. Dus als je die 30% en die 1,5 vierkante kilometer, dan hebben we het over in waarde. Als je daar iets zou bouwen, want dat is volgens mij allemaal gemeentegrond. Dit is weer het bierveeltje, laten we zeggen, minimaal 3 miljard. Waar we het over hebben, mm-hmm. Daar kan je misschien weer. Nou, bedenk eens wat je daar allemaal van kan aanleggen. Mm-hmm. In groen, in verbetering van de stad, in misschien gratis OV voor de stad. Dus ook zit ook een leuke business case. Ja, wat Bas eigenlijk zegt, als je laat zien die generositeit van dit zouden we ervoor in de plaats kunnen krijgen, dan ga je veel meer voor elkaar krijgen dan je misschien voor elkaar hebt gekregen nu. Ik zie jullie allemaal knikken. Dat is één ding wat we hebben geleerd vanavond. Ik kijk nog even de zaal in voor vragen en opmerkingen. Yes. Ik geef hem even. Oh, jij hebt hem. Wil je hem doorgeven? Nee. Al die tijd stil geweest. Heel netjes. Ja, mijn naam is Paul Kroes. Ik ben stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. Ik vond het een heel interessant experiment. En ik vind het ook interessant dat deze foto nu juist op het beeldscherm staat van die hub. En ik vroeg me af of jullie ook nog ideeën hebben hoe je zo'n hub aantrekkelijker kan maken om de mensen daartoe te verleiden om daar hun auto te parkeren en gebruik te maken van die deelmobiliteit. Nou, wellicht is het goed om te vertellen, dat is een van de bevindingen namelijk, is dat de essentie van de hub niet is bewezen. En dat ligt waarschijnlijk aan, voor het hoogkwartier is gewoon goed ontsloten met OV. Maar een ander ding waar wij echt tegenaan liepen is in gesprekken met de bewoners. Die bewoners waren vaak niet bewust van het al aanwezige deelvervoer in hun wijk.
Dus wij hebben ook gepleit bij de gemeente Rotterdam om die plekken waar nu dus deelouts op staan, om die beter zichtbaar te maken. En dat zie je bijvoorbeeld in Bremen worden die plekken echt heel goed gebrand. En wij hebben alleen een verkeersbordje met autodate bijvoorbeeld erop staan. De zichtbaarheid van die plekken in de stad, dat is een interessante opgave op dit moment. En de hubs in de binnenstad, daar zijn wij persoonlijk niet van overtuigd. Nee, je zou ze dan moeten koppelen aan andere functies als je ze echt wil laten werken. Dus als het een bepaalde buurtfunctie heeft. Ja, maar waarom niet, vraag meneer? Want je hoort, jullie waren wel enthousiast over Bremen, toch? Waar ze over de hele stad verspreid maar zijn. Dat is dus een mobiel puntje, dus de branding. Mm-hmm. Maar het is niet een heel gebouw dat per se een hub moet zijn. Dus we zijn wel heel erg voor een branding en een herkenbaarheid. Maar niet dat het per se iets groots hoeft te zijn. Of maar ook al alle deelvoer bij elkaar brengen. Nou, daar zijn we ook nog niet van overtuigd. Okay. Dus het kan ook, als het verspreid is over wijken, prima. Maar maak het veel beter zichtbaar. Want er is al veel aanbod, maar mensen weten het gewoon nog niet. Ja. We gaan langzaam... Kijk, nou komen de vragen, dat is een goed teken. Dan gaan we er nog even in ieder geval die ruimte geven. Bas, heb je... Ja? Ik heb net een ander idee over. Ik vind die hubs namelijk wel enorme potentie. En het gaat niet over dat je die overal moet maken. Even heel wat dicht bij mezelf. De hub bij mij in de buurt heet van het hart autoverhuur. Daar kun je post laten bezorgen. Daar kun je binnenkort je fiets opladen. Ja. Daar zie je elkaar. Dus het zijn toch combinaties eigenlijk van nieuwe functies. Klopt. Daar zit de praxis om de hoek. Je ziet nieuwe combinaties ontstaan. Is dat ook deelmobiliteit? Is gewoon een ouderwets autoverhuurbedrijf, toch niet? Jazeker, maar ik heb geen auto en ik huur hem daar met de strippenkaart. Dus het is voor mij deelmobiliteit. Ik heb toegang tot mobiliteit en ik weet zeker dat het er is. Ik heb in 10 jaar tijd in Rotterdam nog nooit misgetast, 1 keer midden in de nacht. Dus ik weet zeker dat er is, maar ik vergaat met name over die combinaties van nieuwe programma's in de stad. Daar zit de potentie voor ondernemerschap, daar zit de potentie om te ontmoeten. Er zit ontzettend veel kansen ook rond dit soort nieuwe plekken in deze tijd. Ja, en ik denk ook dat je markt kunt maken, ook voor ondernemers die daar moeite mee hebben nu, juist in die binnenstad, in die retail, zie je ook weer nieuwe kansen. En dat is misschien niet ruimte, maar het is wel een ruimtelijk programma, wat een andere potentie biedt dan ook zeker ook op de openbare ruimte aanwezig is. Dus volgens mij is dat wel iets om te onderzoeken. Aan die kant zag ik een paar handen, die gaan we ook nog eventjes. Ik kom even naar achter eerst. Teleurgesteld op de eerste rij, ja, sorry. Frederik Reesenberg, ik werk als stadssocioloog. Er zijn volgens mij tiny houses ontwikkeld in het formaat van een parkeerplek. Dus in die zin zou dat een hele interessante opvulling kunnen zijn. En als het gaat over de handelingsperspectief van een burger of een ondernemer en de overheid, dan zit daar verschil in. In de primaire handelingsvrijheid die je hebt en het gedachtegoed, hoe je dat hanteert. Dus in die zin kun je elkaar aanvullen. Dus die basis kun je volgens mij gebruiken voor ontwikkeling. Dank. En een goede duit in het zakje wat experimenten betreft. Gewoon wonen op die parkeerplaatsen. Ik zou, als je de wielen onderzet, mag het nu al, toch? Ja, nee, dus bedoel ik, ja. Pipo de clown, ja, exact. Die komt altijd van pas, meneer. Ja, ik ben van de Rotterdamse watertaxi. En ik ben ook van de Rotterdamse stadsfiets. Een plan voor een deelfietssysteem in de stad. En wat me opvalt is dat het begrip deelmobiliteit wordt te pas en te onpas gebruikt zonder dat het echt goed gedefinieerd wordt. En ik denk dat deelmobiliteit pas deelmobiliteit is als het ruimte-efficiënt is. Dus als het heel vaak door heel veel verschillende mensen op heel veel plekken gebruikt wordt. Ik was pas in Barcelona, daar hebben ze een prachtig deelfietssysteem. Door de hele stad, heel goed bereikbaar, voor iedereen te betalen, altijd. En één soort ook, denk ik, niet 15 verschillende o-bikes, mobikes, go-bikes door elkaar? Nee, daar zit dan een herdistributiesysteem achter van 20 elektrische karren die overal in de stad zorgen dat al die stations bediend zijn. Dat is vanuit een visie van de stad op hoe dat straatbeeld eruit moet zien. En in deze stad is er wel een soort visie op deelmobiliteit, maar die bestaat eigenlijk uit niet meer dan dat men zoveel mogelijk marktpartijen de ruimte wil geven om daar zo'n oranje, roze, gele of lichtblauwe apparaten neer te zetten. Ja. Op de valreep nog even een fors verwijt aan degene die hem vrolijk wil. Martin zit vrolijk lachend dit aan te horen. Ja, nou goed. Ja. Maar stevig verwijt eigenlijk, hè, over het gebrek aan visie als het gaat om deelmobiliteit. Deel je dat? Nou, natuurlijk.
Nou, kijk, het is niet zo dat deelmobiliteit dat we daar niet over nadenken, maar het is gewoon ingewikkeld. En we worden ook, kijk, als je zit in de transitie, ja, dat heb ik ook van Dirk geleerd, het is geen flauw antwoord, maar je moet ook dingen de ruimte geven. En dan kom je erachter dat bepaalde dingen niet werken. Ja. En in die deelmobiliteit, dat is wel eerlijk van zeggen, 2-3 jaar geleden, we worden echt overspoeld. Want ook al die Felix-scooters, iedereen zegt fantastisch, nou, het wordt druk op het fietspad, verkeersveiligheid wordt een issue. Sommigen zeggen van, hey, we lopen niet meer of hey, we fietsen niet meer. Mm-hmm. Dus het heeft ook bepaalde, het zou kunnen zijn dat er ook bepaalde andere ontwikkelingen plaatsvinden. Ja, en heel veel onderzoeken laten volgens mij ook zien dat mensen die zo'n scooter pakken, die doen dat in plaats van fietsen of de tram. Komen niet uit de auto. Ja. Maar het belangrijk punt is hier toch, en je zegt, het is moeilijk, maar waarom lukt het in Barcelona dan wel goed? Ik was van het weekend in Antwerpen, daar heb je een heel mooi systeem van de gemeente. Daar inderdaad ook al die scootertjes, die jij volgens mij heel graag wil hebben. Maar waarom lukt het dan in heel veel steden wel en in Rotterdam niet? Is dat gebrek aan politieke wil? Is dat de Rotterdammer die zo ontzettend verslaafd is aan dat koekblik voor de deur? Nou, ik mag nog één ding zeggen voordat Martin erover doet. Ja. 4 jaar geleden zat ik bij de wethouder met onze plannen. Dat was meneer Langenberg. En die gaf eigenlijk als antwoord toen wij dat voorstelden: iedereen heeft hier al een fiets. Dat was voordat de eerste o-bike in de stad geïntroduceerd werd, hè? Nou, je ziet, de tijd haalt snel in, want dat is niet zo. Waarom lukt het in Barcelona of in Antwerpen wel? Kijk, we zijn ook recentelijk in Antwerpen geweest, dus je gaat ook kijken waarom dingen werken. En dat moet ik ook gewoon eerlijk zeggen, dat is gewoon ingewikkeld. Wat hier in Nederland wel aan de hand is, we hebben natuurlijk wel die hele fietscultuur. Dat is echt anders dan in andere steden. Dat is één. Het tweede gaat ook over hoeveel investeer je als stad in fietsparkeervoorzieningen. Dat is best ook ingewikkeld. Nou, dus dat zijn allemaal dingen die we wel in een nieuwe level moeten gaan zien. Ja. Ik wil niet uit elkaar gaan met de opmerking het is ingewikkeld. Nee, Dirk, dus help me even een beetje. Kijk, het gaat ook vanzelf. Ah, oké. Nou ja, kijk, waarom lukt het in Barcelona heeft met dichtheid te maken, maar het heeft ook gewoon met problemen te maken. Die stad wordt overspoeld door mensen, de ruimtedruk neemt toe en dat is hier ook gaande. En wat ingewikkeld is, is hoe zorg je dat de traagheid van beleid en van infrastructuur en van planning en van overleg en van de politiek daarin meebeweegt. Maar de trends... Onder het mom van experiment. Nou ja, dat is de strategie. Dus dit soort experimenten laten mensen proeven en wennen en wat comfortabel worden met die veranderingen die op de lange termijn onvermijdelijk zijn. Ja, ja. Maar we kunnen ze niet in één keer zeggen van nu iedereen gaat nu lopen en fietsen. Zo werkt het niet. Nee. Hey, even een beetje samenvattend. Hè. We hebben het gehad over de kracht van het aantonen van die verbinding tussen mobiliteit en ruimte. We hebben een soort pleidooi gehouden voor experimenteren, radicaal experimenteren. Onderzoeken wie dan welke rol daarin aanneemt. En misschien ook een beetje kritisch naar jezelf kijken. Bijvoorbeeld als gemeentelijk apparaat en daar wat in onderzoeken. Wat jullie betreft meer dingen die we meenemen of mee zouden moeten nemen als we dit gesprek vervolgen? Misschien nog heel even over de Mobility Challenge. We hebben ook een soort stappenplan geschreven. Dus als hier mensen zitten die denken, nou in mijn wijk wil ik dat ook wel. Dan hebben we daar een stappenplan voor opgezet die ook op de website komt. En misschien, die zat in de slides. Die kunnen we tevoorschijn toveren, ja. En ja, prima, radicaler. We zeggen daarin ook, neem bijvoorbeeld veel meer tijd. Laat mensen er, laat het bijvoorbeeld bij voorkeur een jaar lang. Dat, in plaats van de 2 maanden die jullie nu gepakt dat hebben. Dat mensen echt kunnen wennen en ook na 2 maanden nog kunnen zeggen, hey, ik wil toch eens meedoen. En daarnaast lijkt het heel interessant om die combinatie van zowel radicale experimenten als experimenten van onderaf. En dat Hofplein, dat... Ja. Gaan we gewoon doen. Ja, dat wordt dank. Het symbool we gaan, van de nieuwe groene stad. Nee, u mag geen in de laatste vraag stellen. Het spijt me, we gaan aan de bar doorpraten. Hoe lang duurt die? Niet zo lang, hè? Oké. Ik heb niks gehoord over de enorme overlast door pakketdiensten. Die je volgens mij heel mooi met een hub zou kunnen organiseren. Nou, daar gaan we over doorpraten aan de bar. Over heel veel overlasten die er nog meer problemen die op te lossen zijn. Mag ik voor nu een heel groot applaus voor onze gast van vanavond. Thank you.